Welkom bij aflevering 172 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast, waarin we je alles vertellen over cryptocurrencies. Ja, precies. Ja, kijk, ik moet altijd even net anders doen, hè? Je handtekening van zo'n show. Is dat zo, ja? Ja, dat vind ik wel, ja. Ik denk, ik heb even de tijd om alles te controleren. Deze keer wel geluid is, allemaal dat soort dingen. Kan ik even checken. Ja, maar. Ja, dit is ongekend. Dat, weet je, hoe dat met Bert gaat. Die komt binnen, pakt een bak koffie, nog wat eten. Even alles naar binnen werken. Zo, ook avond gegeten, zegt hij dan. En dan gewoon aan de slag. En ga met die banaan. Maar eerst, ik ben Peter Slachter. Ben hier, ja, nou, dat heb je al gehoord, met de enige echte Bertus. Bart is er niet. Die zit met zijn vriendin in Mexico. Mexico. Dus die is, volgens mij was het eergisteren. Ik denk eergisteren. Eergisteren is die vanuit... Nee, zondag was het al. Zondag is die vanuit El Salvador richting Mexico gegaan. Is nog even van zijn vakantie aan het genieten, maar wees gerust. Hij is jullie niet vergeten. Dus aan het eind van deze aflevering gaat hij zichzelf er nog even tussendoor mixen. Dus hij heeft ook nog een afscheidscadeautje vanuit El Salvador. Dus... komt ook gewoon aan bod. De podcast wordt, net zoals heel veel afleveringen hiervoor al, mede mogelijk gemaakt door Anycoin Direct, Bitcoin Meester, Watson Law, Ledger Leopard, Bitfavo, Amdax, VanEck en Blocks. En alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel, moet niet gezien worden als beleggingsadvies. Nou, ik heb wel ander advies gekregen van de week, naar aanleiding van onze vuurdoop vorige week. Ja, de achtergrond en de setting was toch wel wat saai. Wit, klinisch. Dus nou, ik heb nu voor de mensen op YouTube, ik heb een plantje. Ja, het is eigenlijk is het een heg, alleen hij is moet nog groeien. Ja, het is het begin van een hele volle plant. Maar wel echt een pril begin. Ik heb een biertje erbij, dat is ook gezellig. Heb ik ook voor Bert klaargezet, zijn al dicht. Ik denk dat hij even wacht tot wat later op in de show. Dus ik hoop dat dit iets beter voldoet aan de standaard. Het is niet Bart's studio. Die is gezelliger. Moet ik zeggen, ik vind eigenlijk mijn kantoortje thuis ook een stuk gezelliger dan ja, dit. Het is wel het thema van de uitzending is de tandarts. En daar komt dit dan nog wel aardig bij in de buurt. Dat is wel waar, ja. Ja, dit heeft daar wel... Nou. Maar aan de andere kant ben ik ook heel blij dat we hier gebruik van kunnen maken. Want dit maakt het wel weer een stukje makkelijker om zonder Bart zijn apparatuur gewoon even een aflevering op te kunnen nemen. Dat gezegd hebben, de vulje zie je het nergens in. Dat doe je gewoon niet. Ja, voor jezelf. Breeze moet ook even wat over zeggen. Want ja, weet je, als je het leuk vindt om die podcast-app te gebruiken en via Breeze ook wat sats naar ons toe te streamen, dan is dat natuurlijk hartstikke gewaardeerd. En wil je bijvoorbeeld een eurotje per uur betalen, dan stel je de app in op 41 sats per minuut. En dat hebben we van de website sats.training gevist. Dat is een handig siteje. Kun je even kijken wat doen je sats nu voor euro's of voor dollars. Dat is een community projectje. Hartstikke cool. Dus ga daarheen als je iets over sats en de waarde van sats wil weten. Wij zijn bereikbaar via Telegram, Twitter. De links vind je op satoshiradio.nl. Ook op lekkercryptisch.nl. Als je ons wil steunen op een andere manier dan via Breeze, dan kan je ook links vinden op de websites hoe je dat dan kan doen. Ja, en dan nog Bitcoin Alpha. Was dat? De enige nieuwsbrief die je beschermt en versterkt. Ja, precies. Jongen, dit begint al een gesmeerde... Een soort reclame. Ja, ik vind het heel goed. Hoe is het met je, Bert? Gaat goed? Ja, eigenlijk wel. Het was een beetje een moeilijke week of zo. En nu zag ik dat vandaag de Bitcoin-koers weer boven de $48.000 staat vanmiddag. Verbaas mij. Dat is best snel gegaan en weer. Dat geeft toch gewoon de avond wel weer een beetje kleur, moet dus ik zeggen. Die prijs, hè, is dan toch wel een dingetje. Ja, maar goed. Het is, kijk, en dan kun je natuurlijk nu een heel stichtelijk verhaal ophangen over de adoptie en blabla. Maar eigenlijk is het gewoon leuk om dat te kijken, vind ik. Ja, vooral als die omhoog gaat, vind ik dan, hoor. Ja. Maar goed. Dat is persoonlijk. Ik denk dat heel veel mensen dat vooral te mogen. Ja, dat is wel zo. Kijk, prijs blijft natuurlijk wel gewoon belangrijk. Ik zie ook vaak in de Telegram, als er iets gebeurt met de prijs, ja, dan zie je het daar vaak als eerst. Dan worden er grafiekjes in de chat gegooid. En ik vind het leuk dat de Satoshi Radio community niet, zeg maar, zo religieus erover is dat je het er niet over mag hebben.
het ook wel weer gewoon de eerlijk vooruit komt dat het gewoon af en toe wel grappig is om te volgen. Maar dan ook wel weer met een gezonde dosis zelfspot. Kijk die koers, weet je. Dit is gewoon net even precies het goede optimum tussen serieus nemen en er ook om kunnen lachen. Ja, zeker weten. Maar we hebben natuurlijk ook vaak uitgelegd dat het op zichzelf ook best wel belangrijk is, die prijs van Bitcoin. Maar dat rabbit hole, dat laten we even liggen. Heb je trouwens al de cryptotrein gehoord? Nou, ik had de eerste uitzending al eerder gehoord, omdat ik die mocht luisteren als soort van preview. Omdat even voor de mensen die niet weten wat de cryptotrein is. Dat is een nieuwe podcast over cryptocurrencies, over de crypto space van... hoe heet het ook? Tony Media heet het, hè? Ja, dat is het bedrijf van Sander Schimmelpenning. Klopt. Die maken een hele rits aan podcasts, waaronder deze. Mark Koster is de journalist die dan daar zit. Hè? Die de gesprekken doet, interviews doet en zo. Ja, volgens mij is hij freelance journalist. Hij doet meer economieonderwerpen. En die is volgens mij vandaag gelanceerd. Ja, vanmorgen vroeg. Ik zag hem vandaag in ieder geval voor het eerst. Dus. Ja, dus de eerste uitzending staat nu, de eerste episode staat nu online met Michael van der Poppen. Crypto Michael. Ja. En de tweede, daar was ik de gast bij de tweede. Daar ben ik ook benieuwd naar. Ik vond die met Michael ook hartstikke leuk. En ze zijn kort ook. Dus het is ook wel, het zijn makkelijke snacks. Ja, dat is volgens mij is dat idee van het heet crypto trein van dat je samen even in de trein zit en eventjes tussen twee stationnetjes 20 minuten even kletst over crypto. Beetje, dat is volgens mij een beetje de achterliggende. Dus het is, ik was een beetje van tevoren toen ik het hoorde, toen de redactie me benaderde van een beetje sceptisch van wat. Ja, we hebben al zoveel. We hebben de Bitcoin Show. Je hebt Social Radio, je hebt Cryptocast. Ja, daar heb je best wel al drie heel verschillende manieren om ernaar te kijken. Wat moet er dan nog bij, weet je wel? En dan heb je YouTube natuurlijk ook nog weer allerlei dingen. En ik vind het toch wel weer een leuke aanvulling. Oh ja, Hub Bitcoin heb je natuurlijk ook nog. Ja, ik denk dat ze bij de cryptotrein gewoon gekozen hebben voor de inverse van Satoshi Radio. Ja, de leukste podcast. Ja, dat is moeilijk om dat even naden in dat format. 2,5 uur slappe ouwe hoeren met drie man. Dus laten wij gewoon hele korte doen. Ja, dus een leuk tipje. Als je nog eens een klein rondje wandelt, kan je zo'n crypto-trein aflevering aanzetten. Best leuk. Ik vond het wel echt een toffe week. Gewoon vooral dat stuk dat Bart in El Salvador zat. Echt die berichten die daar vandaan kwamen. Alle berichten. Gewoon zijn interviews en zijn rapportagewerk op Instagram en zo. Heel erg leuk om mee te krijgen. Goed, ja, er zat wel wat prijsactie tussen waar je dan misschien minder gelukkig van wordt. En natuurlijk die special, hè, want ik had in mijn agenda aflevering 171 staan. Dat zie ik nu nog steeds. Het is tijd voor aflevering 171, maar er is er gewoon eentje tussendoor gefietst. Dus Bart die had, heeft een interview opgenomen. Dus die dacht, ik ga voor de volgende aflevering ga ik weer een half uurtje gewoon wat items maken. En die kunnen dan weer in de podcast verwerkt worden en zo. Maar dat werd dus een interview van, wat is het, 2 uur? 2 uur 10 minuten of zo. 2 uur 10 minuten. Ja, zoiets, ja. Dus het is gewoon een eigen aflevering geworden. De vaste luisteraars hebben die al een keer gehoord. Als je geen vaste luisteraar bent, de vorige, dus 171, is een special. Die is eergisteren uitgekomen, geloof ik. Nou, zoiets. En het is heel erg leuk om te luisteren als je een beter beeld wil krijgen bij hoe het nou gaat in El Salvador. Het reilen en zeilen daar. Ja, sterker nog, het hele gesprek is in het Engels. Hè? Alleen er zit een paar minuten voor het Nederlands dat Bart even gewoon even het aankondigt. En sponsors, weet je, het is gewoon ook. Het is natuurlijk gewoon een aflevering. Hè? Maar je zou eigenlijk, dat beginnetje ook nog even in het Engels moeten doen. Want ik denk dat dit gewoon echt wel. Ook voor niet-Nederlanders, ook voor niet-Satoshi Radio luisteraars. Ja, dat is nog echt een goede. Ja, vind ik ook wel. Het is niet echt een campagnetje nog of zo. Hè? Nee, maar ik denk, ik zag al één Nederlandse, semi-bekende crypto-twitteraar er wat over roepen. Van joh, lees hem. Luister hem ook. Ook als je niet Nederlands bent, sla het eerste stukje even over. Ja, zou goed zijn hoor. Ja. Maar goed. Ja, goed gedaan, Bart. Even een slokje. Ja, deze is minder. Dit is een Grols 0.0. Die Heineken 0.0 vind ik toch lekkerder. Ja, je hebt eerst een gewoon pilsje en daarna een 0.0. Ja, dat is heftig, sowieso. Dat is heel heftig. Dat is ook pijnlijk. Ik zie dat jouw pilsje nog niet open is. Ik zit eraan te denken om die van jou open te trekken. maar we hebben wel weer echt een toffe aflevering voor de boeg. Zo'n vieze, vette, berige aflevering, zou Bart zeggen. Dus dat doe ik gewoon even na. Maar we beginnen even met donaties, jongens. Want die hebben we ook gehad deze week. Ja, een paar, hè? Een paar, ja. Fred Klaassen, 25.500 sats.
Die zegt, Bitcoin Bart, je bent een held. Oude pionier, keep up the good work. Eens. Markie uit Limburg. Ik ben blij dat Markie uit Limburg gewoon, ook als Bart er niet is, stevast de hartslag van de show, even een donatietje opstuurt. Hij zegt, Bart, ik wens je een mooie, de zaakjes werk, vakantie. Waarvan akte? Dat gaat Bart ongetwijfeld horen. Ja, twee keer iemand die geen naam heeft ingevuld, die liet 25.000 sats achter. Nathan, 12.700 sats. Dat is 5 euro trouwens voor de mensen die, die niet zo snel uit hun hoofd sats naar euro's kunnen converteren. Die zegt, hi Bart, Bert, Peter, door de podcast en de noodzaak heb ik al een tijdje een Umbrel Note draaien. Applaus ontvangen, maar goed dat je erbij zegt. De nieuwe versie met Pi-hole is ook echt top. Nu heb ik begrepen dat jullie verzot zijn op barbecue. Laat ik, toevallig, een rookhout barbecue webshop hebben. En, drumruffle, sinds vandaag accepteer ik ook Bitcoin in de shop. Nou, dat is hartstikke goed. Dat is ook een applausje waard. Even een applausje voor Nathan. Lekker bezig. Klein applausje. Klein applausje. Geen omwisselgedoe naar euro's, maar gewoon de pure, rauwe, vieze, gortige. Nou, dat zei hij er niet bij. Bitcoin op mijn rookhout wallet. Helaas nog niet via Lightning Invoice. Dat is de volgende stap. Mocht je je afvragen wat rookhout is. Ja, nu komt het, jongens. Nu wordt het een Telcel reclame. Maar, oké. Okay. Hebben we een Telcel muziekje eronder? Ja, dat zou goed zijn. Ja, hebben we niet iets? Nee. Rookhout stop je bij je barbecue. En dat geeft dan een lekker aroma aan je barbecue gerecht. Denk aan grote palingen, zalm. Maar ook buikspek en sperrips kan je prima roken. Nou, Peter, is voor jou wel wat een buikspek. Je kunt je buikspek roken. Ja, mocht je van de sigaretten af willen. Je kunt ze vervangen met spareribs. De webshop is te vinden op rookhoutonline.nl. Hopelijk inspireer ik hiermee andere ondernemers om ook crypto te accepteren op betaalmiddel. Jongens, dat inderdaad een goede oproep. En nou, mocht je nou inderdaad rookhout willen of barbecue zoet, ja, ga lekker naar Nathan. Maar doe dan wel met Lightning alsjeblieft. Want anders gaat er zoveel aan transactiekosten in rookhout op. Dat is ook wel weer een beetje jammer. Goed. Deze was heel slecht, sorry. Ik volgende keer beter. Ja. Inderdaad. Edward, 51.000 sats. Zegt, hoi Bart, te gek dat je naar El Salvador bent gegaan. Geweldig wat je hebt laten zien hier aan het thuisfront. De helft van deze satjes zijn voor jou om weer in Nederland uit te kunnen geven. Bitcoin en Lightning educatie blijkt het belangrijkste te zijn voor adoptie onder alle lagen van de samenleving daar. Ik ben ontzettend benieuwd hoe dit verder gaat uitpakken in El Salvador. Met de grootste belangstelling blijven we dit allemaal volgen. Wellicht al meteen plannen voor een volgende trip. Dat moet dan naar het volgende land gaan waar ze Bitcoin introduceren. Daar moet Bart dan weer heen. Ja. Dus Nigeria, Bart, denk ik. Het zou wel tof zijn. Ja, er zijn natuurlijk best wel wat plekken waar het gewoon wel interessant is om wat interviews af te nemen. En een blik te geven zeg maar, van iemand met de boots on the ground. Nou ja. Maar aan de andere kant, we willen Bart ook niet te vaak van huis. Dus we moeten hier nog even over nadenken, Edward. Edward zegt ook, hoi Peter en Bert. Ik ben heel benieuwd hoe jullie het beleefd hebben zo zonder Bart. In ieder geval, dank voor het bewaken van het fort. De helft van de donatie is voor jullie. Geniet en nooit met mate. Dat gaat goed vanavond. Ja, hoe we het beleefd hebben. Ja, nee, we missen hem wel. Maar ja, het is ook wel weer lekker hè, dat je hem niet op sleeptouw hoeft te nemen en zo met zo'n aflevering maken. En het is wel fijn dat je gewoon een beetje vrij uit kunt praten ook. Dat ook, ja. En het is ook, weet je, dan wil je vaak om 7 uur starten en dan komt Bart binnen, heeft toch podiumvrees. Voordat je dan echt start, 8:30, 9:00, weet je wel. Ja. Dus een paar biertjes op, dan komt hij los. En, nou, ja, dan moet je zijn administratie ook nog een beetje nakijken. Is hij een paar notes vergeten, optelsommetjes verkeerd, dat is moeilijk. Dus het scheelt heel veel tijd. Ja. Maar, ik moet wel zeggen, de baas van de boerderij, ik ben blij dat hij weer terug is. We gaan naar Kai, 2500 sats. Maarten Haas, 10.000 sats. Bart, dus Bart zelf, die stuurt 50.000 sats. En die zegt, mannen, het was een speciale ervaring om een keertje tijdens een wandeling naar mijn eigen podcast te luisteren. Ik heb genoten. Fantastisch hoe jullie het hebben gedaan. Bij deze voorbij een lekker pilsje. Cheers from El Salvador. Nou, proost. Oh, terug. Die is voor ons. Ja. Ik dacht dat ik wilde er al bij zeggen. Hey, haar broekzak, hier vestzak. Maar dat was, in dit geval was het voor ik ons. Ik weet niet wanneer wij die zat zien. Ja. Maar die zijn inderdaad zo leuk. Van de ene zak naar de andere gegaan. Hey, goed wat. Cor Jan, 12.870 sats. Die zegt, vorige week mijn nood aangemeld met een donatie. En 1,5 uur later een vraag gesteld met een donatie. De eerste kwam voor in het lijstje. En heb ik stiekem ook een paar keer achter elkaar teruggeluisterd. Ja, begrijp ik, is leuk. De vraag viel waarschijnlijk net na of tijdens het opnemen van jullie podcast. Geen punt, ik wacht wel een weekje.
Beetje later zat hij er dus niet in. Geen punt, maar nu hoorde ik deze week in het verslag van Bart dat de El Salvadorianen de techniek soms nog wat moeilijk vinden. En daar ging mijn vraag ook een soort van over. Die vraag, die heb je nu alsnog een keer gesteld, die behandelen we zo meteen. Frietpan, 15.000 sats. Doen we het zo, Bart? Enjoy the beer. Sir James, 13.000 sats. Bart, weer onze Bart, 100.000 sats. En die zegt, op naar 1 miljoen sats. Wie is de volgende hashtag Bitcoin Smiles? Ja, en nu begint het. Ja. Kijk, tot nu toe waren het gewoon donaties. Met een beetje het ritme, de frequentie van normaal. Alleen, vanaf nu, dames en heren, gaat los. Het is echt niet te geloven. Het is niet te filmen. Het is echt bizar. Ja. Dus we gaan ook nu niet... Als we alles voorlezen, dan zijn we echt morgenochtend nog bezig. Ja, dit heeft ongehoord. Wel een uitwerking gehad. Dus even om een beeld te geven aan jullie. We hebben nu 66 donaties in het documentje staan. Van, er is 66 keer gedoneerd. Nou, stel, we zijn een half minuut per donatie bezig. Ja, dan is de podcast al bijna afgelopen. Dus we hebben wel gewoon even een selectie gemaakt uit de donaties die opgestuurd zijn. Natuurlijk, als er een nieuwe noot is, dan gaan we die behandelen, want dan heb je een applaus verdiend. En voor degene die niet weet waar het nou over gaat, die hashtag Bitcoin Smiles. Ja, dat is dus, dat refereert aan de man met wie Bart dus een heel lang gesprek heeft gehad. Henriek. Die je hoort in de vorige aflevering, in die special. Dat is een tandarts. En het leek Bart nou een tof idee om alle donaties van deze week aan de tandarts te doneren. Zodat hij dat geld weer aan het werk kan zetten voor een mooie glimlach bij Salvadoranen. Die ja, nu helemaal geen toegang hebben tot dat soort zorg. En daarvoor zeiden wij, heel goed idee. Nou, er kwam een aankondiging en daar hebben jullie in grote getalen gehoor aan gegeven. Dus dat is hartstikke mooi. Ja, dat ging zelfs zodanig dat iemand per ongeluk 100.000 euro wilde doneren. En daar ging het bot van over zijn nek. Dus ja. Er is ook nog een... het leidde tot allemaal tumult. Maar goed, we gaan verder. We komen aan bij Hilbers, 100.000 sats. die zegt, start de donatietrein, 3 van de 10. Hashtag Bitcoin Smiles. Vanaf mijn nieuwe noot staat erbij. Dus ja, die lezen we sowieso op. Hilbers, goed bezig. Applaus. Vanaf mijn nieuwe noot? Ja. Ik weet niet of Hilbers er ook al een had, maar we tellen deze wel. Ah, oké. Okay. Maar we zouden wel de naam even doen. Hè? Dus okay. Satoshi Radiobot en Maarten Haas had 100.000 sats en Peter had 100.000 sats. Ja, dat was Hilbers. Ik zelf trouwens. Dus ik wacht goed om even op te lezen. Goed man, ja. Peter, goed van je. Ja, oké, okay, dan gaan we even zo Hilbers door. Hilbers 100.000 sats, ja. Slaap in je hoofd 100.000 sats. Nou, iemand zonder naam 100.000 sats. Rutger 100.000 sats. Judy 70.000. En nog 30.000 sats, ook 100.000 sats. Tino 100.000 sats. Edward 104.000 sats. En die heeft een bericht, maar die komt straks terug. Ja, ja, we dachten, die gaan we zo oplezen. Maar nee, we hebben nog een verrassing voor jullie in petto. Iemand zonder naam, 40.000 sats. Willem, 50.000 sats. CryptoFan, 100.000 sats. JJ, 51.000 sats. Mies, 13.000 sats. En dan komen we bij Old Noob. 38.528 sats. Ja, die heeft een bericht, die wil dat toch even oplezen. En jij had, ja, die klikte bij jou, hè? Dus als jij hem nou eens ja, even ja, dat opleest. Is goed. Nee, kijk, de mensen tot nu toe, die zeggen allemaal een berichtje El Salvador of iets voor een tandarts. Maar deze Old Noob, dat is wel trouwens wel grappig. Is die dan Old en Noob? Of, het kan ook, hè, dat je gewoon op je 83ste voor het eerst... Goed, een donatie voor de tandarts in El Salvador. Ik zal mezelf ook in beeld zetten. Op deze manier verbindt Bitcoin de wereld. Heel mooi om deze beweging mee te maken. Op deze manier doneren is veel persoonlijker dan het overmaken van een bedrag aan een van de grote NGO's, Giro 555 of zo, weet je wel. Dat soort dingen. NGO, dat is dan een zo'n goed doel, weet je wel. Ja. Op weg naar een decentraal georganiseerde, welvarende wereld waar grote instituties minder en minder macht hebben. Nou, ik vond dus, weet je, dat idee van... Bitcoin en doneren. Dus dat je rechtstreeks, gever en ontvanger met elkaar in verbinding brengt. Niks ertussen. Ja. Geen strijkstok waar iets aan kan blijven hangen. Geen directeur die 2 ton verdient, want die heb je. 3 ton, weet je, van de grote goede doelen. Want het is tenslotte gewoon een hele grote organisatie. Dus het verhaal, anders dan krijg je geen talent. Je weet ook zeker dat het ergens terecht komt. En waar het terecht komt. En misschien zelfs wel wat ermee gebeurt. Ja, zeker weten. Nou goed, dit is niet nieuw. En daar heb je ook natuurlijk geen crypto voor nodig en zo. Weet je. Dus er zijn ook wel allerlei initiatieven die soort van crowdfunding-achtig dat ook op deze manier al doen. Maar ik vond het wel een leuke. Ja, leuke nee, ik vind het ook tof. Wat uit deze donatie komt, zijn 2 rode draden eigenlijk. Dus de kracht van de community. Dus al die Satoshi Radio luisteraars. Ja, die gewoon tof zijn en sats doneren.
En aan de andere kant natuurlijk Bitcoin, die ons samenbrengt, maar het ook mogelijk maakt. Ja, dus en dat is tof. Dus, ja, en een gedachte die ik nog had, hè, want we hebben wel eens het gehad met mensen over, kunnen we dan niet doneren in Bitcoin bij een goed doel? Dan stel dat je nou Giro 55 of Wereld Natuurfonds of zo, of Cordate, en dan doneren. Maar dan zou dus, volgens de Nederlandse wetgeving, denk ik, zo'n organisatie ook KYC moeten doen op die donaties, denk ik, of zo. Weet eigenlijk niet hoe dat dan werkt. Dat is dan een vraag, hè? Want waar komt dat vermogen dan vandaan? Zijn ze aan het witwassen via Giro 55? Weet ik veel. Maar dit gaat natuurlijk rechtstreeks van de ene mens naar de ander, dus hier hoeft het dan niet. Ja, klopt. Ja, hier zit. Nou, in principe zou Bart nu een strijkstok kunnen zijn. Maar ja, kijk, in dit geval zijn wij natuurlijk een vertrouwde partij. En wij vertrouwen erop dat Bart alle sats natuurlijk door gaat sturen. Maar het had ook uiteindelijk gewoon rechtstreeks naar de tandarts gekund. En dat zou weer minder leuk zijn, want dan, ja. Dan is het niet een community effort. Precies. Dus ik denk dat we hier een goede middenweg hebben. Kijk zo Mundo. Ik heb geen idee of ik je naam goed uitspreek. 51.000 sats. Fleur 70.000 sats. Rudiano 26.000 sats. Bart, 100.000 sats. Ja, onze Bart. Lees ik even op. We zitten al op 1,5 miljoen sats, mensen. Wat een toppers zijn jullie. Let's keep it going. Bij elk miljoen leg ik 100.000 in. Op naar de 2 miljoen sats. Ja, dus is maar even. We zijn nu bij donatie 34. En dan zaten we dus kennelijk al op 1,5 miljoen sats. Ik heb dat niet nageteld, maar moet je nagaan. We gaan door. Nodig 20.000 sats. Smoosh 50.000 sats. Rick 100.000 sats. Dennis 65.000 sats. Guido Want 40.000 sats. Vincent 40.000 sats. En die zegt: fantastisch interview met Henrique. Geeft een heel mooi inkijkje in het leven in El Salvador. En tof om wat meer te weten te komen over de situatie daar. Echt props voor de content die jullie maken. Ik mis niks meer. Interview nog niet eens helemaal afgeluisterd. Maar hyped om te doneren bij deze. En keep up the good work, lads. Nou, bedankt voor de veren. Sowieso. En deze hadden we toch nog even gearseerd om even uit te spreken. Gewoon om ook Bart nog wat extra veren te geven. Want dat interview was ook heel fantastisch. We hebben het er al kort over gehad. Maar heb je goed gedaan. Leeg. Geen naam. Iemand die geen naam heeft opgegeven. 10.000 sats. Thea. Thea uit Spanje? Zou wel leuk zijn. Ja, zou kunnen. Spaanse sats. 97.000 sats. Pieterskif 133.000 sats. Frietpan 100.000 sats. Anoniempje 26.000 sats. Nog een keer anoniem 26.000 sats. Tristan 300. Pardon? Goedemorgen. 397.200 sats. €154 in één donatie, jongens. Zet maar een extra streepje in de kolom van Nieuwe Notes. Naar aanleiding van je reis naar El Salvador en vooral het interview met dokter Henrique Berrios, vind ik dit de perfecte gelegenheid voor mijn eerste Lightning Note betaling. Lightning betaling. Fix the money, fix the world, fix the smiles. Ja, ik heb een applaus klaarstaan. Heel goed. Lekker gewerkt, Tristan. Heel mooi. Mr. X, 2500 sats. Ja, die gaan we ook oplezen. Hierbij een donatie. Ik hoor dat alle donaties terechtkomen in El Salvador. Dat triggerde mij om nogmaals te doneren. Daarnaast zit ik nu ook in de derde Ring of Fire. Erg leuke club bij elkaar. Ook is het me gelukt om Lightning Pool te gebruiken. Echter wordt dit nog niet veel gebruikt. En die lees op omdat hij ook een vraag heeft gesteld en die behandelde na de donaties. Gaan we door naar Stef, 100.000 sats. Raptor, 126.000 sats. Pete Du, 5.000 sats. Master B, 125.000 sats. El Gaño, 12.600 sats. En dan hebben we Bartje weer 100.000 sats. Ja, dan zijn we denk ik over een bepaalde drempelwaarde. En hij zegt, volgens mij zijn we over de 3 miljoen sats. Dus bij deze weer 100.000 van mij. Op naar de 4 miljoen. Heerlijk bezig, mensen. Ik heb dan het idee dat we die 100.000 van de 2 miljoen gemist hebben. Maar goed, misschien moet ik die er nog achteraan sturen. Anoniempje stuurt 2 keer 12.600 sats. Husky Dory 25.000 sats. Raw Shit 20.000 sats. Leon van Daal 125.000 sats. Henk 125.000 sats. Doris 50.000 sats. Ricky Boy 2 74.500 sats. Bardes 62.000 sats. Moe. Ja, denk ik. Ja, of moe. 67.000 sats. Hola Enrique. Dag mannen van Satoshi Radio. Ik ben inmiddels een paar jaar met crypto bezig. Toch heb ik nog nooit gaan overdenken om mijn eigen noot te gaan draaien. Tot nu toe. Dankzij jullie is er nog eentje bij. Een kleine witte tand in de grote, vieze, financiële mond van vandaag. Ik ben ontzettend blij dat mijn eerste donatie naar een heel goed doel gaat. Salut Henrique, viva El Salvador. Groetjes uit Slovenië. Moe!
Nou, netjes. Applaus. Ik vind het wel mooi, al die analogieën met tandartspraktijk en monden en tanden en zo. Maar mooi, moe. En uit Slovenië. Het gaat echt wereldje rond. Bobibo, 62.000 sats. Jan. Ja, die moeten we ook even oplezen. Beste Bart, Bert en Peter. Hij heeft me aan het kleine Bitcoin-boekje gedwongen. Op vakantie ga ik hem lezen. Toen ik hoorde van de tandarts uit El Zonte, kon ik niet achterblijven als mondhygiënist. Dus deze donatie is voor Bitcoin Smiles. Vanaf de nood van Jan. Xje, de vrouw van. Nou, ja, ja. Nu is ja, het cirkeltje rond, denk ik. Ik bedoel, we zijn via het broertje van Jan, zijn wij bij de vrouw van Jan terechtgekomen. Zo doneert iedereen via Jan zijn nood. Het wordt een soort, ontstaat een heel beeld van die familie. We weten nu, alle verbanden ontstaan. We weten nu het beroep ook van zijn vrouw. Dus je hebt kroeg en als je dan te veel zuipt en het glazuur is weg, kun je naar de mondhygiënist. Dan kun je alles een beetje, nou ja. Ja, dat zou nog wel handig zijn. Hè? De praktijk van je vrouw naast je kroeg. Ik vind het mooi. Ah, leuk. Dan zijn we door de donaties heen. Even statistieken. Ja, echt gortig veel, hè? Echt bizar. Goed. Vorige week 640.878 sats. Dat was €252 en 3 notes erbij. Deze week, hou je vast, 3.997.347 sats of €1.532. En ook weer 3 notes erbij. Maar echt, jongens. Ja, daar gaat Henriek. Ja, ik denk dat hij wel een gat in de lucht springt. Het is gewoon echt een heel serieus bedrag. Wat we die kant op kunnen sturen. Gewoon, we kunnen. Ja, ik vind wel dat we 4 miljoen sats kunnen. Daar gaan we sowieso naartoe afronden. 0,04 BTC. Even een applausje voor iedereen, Bert. Heel erg goed. Ja, ik zie Bert driftig typen. Die heeft geen tijd om... Ja, ik denk namelijk... Even kijken hoor. Het type bedrag in wat je wil doneren. 2, dat is eigenlijk net... Dat is genoeg, geloof ik. Hè? Ja, dat is wel genoeg. Doneer nu. Kijken hoe dat ook alweer... Ik zet mij even op de camera. We hebben een Blue Wallet. Die heb ik gewoon echt bij de hand. Is het Lightning? Ja, dat is Lightning. Send. Invoice scan. Ja, zo gaat dat. Hartstikke idee. P. Dus er wordt gewoon even afgerond naar boven toe, ja, live. Kijk, weet je wat leuk is? Dit is namelijk, dit telt nog mee. En nu moet Bart er weer 100.000 bij doen. Dus dat eigenlijk, dat is waar het om gaat. Dus deze zien jullie nu binnenkomen in de chat. Dus later weet je pas wat hier aan de hand was. Zo, Bart, alsjeblieft. Alsjeblieft, 100.000 sats voor Henriek. Ja, mooi. Maar ik vind het echt een ongekend. Gewoon wel echt een succesvolle crowdfunding actie. Waar er serieus wel wat mensen mee geholpen gaan worden. Dus er gaan mensen die krijgen gewoon een kunstgebied, denk ik. Gewoon tanden. Misschien wel voor het eerst. Dat ze gewoon. Ja, dat legt hij uit, hè? Ook in de aflevering. In plaats van een mond waar 2 tanden in zitten nog. Dat ze gewoon serieus vast voedsel kunnen gaan opeten. Wat ik er dus ook mooi aan vind. Hij vertelt ook, het gaat ook over oude mensen. Die oude mensen zijn daar ook vaak arm. Dat is natuurlijk anders dan in Nederland. Dan hebben we natuurlijk een onwijs sociale voorziening. En mensen die, weet je, je zou haast kunnen zeggen, de mensen die nu oud zijn, die zouden wel eens rijker kunnen zijn dan de mensen die in de toekomst oud zijn zelfs. Of welvarender. Maar daar zijn die mensen oud en arm en hebben een onwijs slecht gebit. En ik vind het echt heel mooi dat je juist voor die mensen zegt, oké, wij gaan jou toch nog helpen aan een goed gebit. Je zou namelijk ook kunnen redeneren, ja, laten we dan de jonge mensen maar fixen, want die hebben er nog een hele leven plezier van. Maar ik vind het juist zo, hoe een volk omgaat met zijn ouderen, dat zegt iets over de cultuur of over hoe een samenleving in elkaar zit. Ja. Het respect wat eruit komt, vind ik wel mooi. Ik heb niet de fiducie erin dat wij de Salvadoraanse cultuur of iets dergelijks kunnen beïnvloeden. Maar hier gaan gewoon mensen serieus blij van worden. Dus jongens, echt applaus voor jezelf ook. Laten we afspreken dat we hadden gezegd van de donaties van deze week. Die gaan naar El Salvador toe. Dat loopt totdat deze aflevering waar je nu naar luistert, gereleased wordt door Bart. Dus dat zal ergens op donderdag zijn. Er zit dus nog een uurtje of
Ja, ik denk nog wel een uurtje of 16 of zo tussen nu, het moment van opnemen en het moment van het stoppen van de actie. Dus ik denk dat we ruim over die 4 miljoen heen gaan. Maar dat is wel echt iets om trots op te zijn. Oké, Bitcoin Alpha. Vorige week hadden we 455 abonnees. Het gaat ook lekker door. Deze week 464, 9 erbij. Ben je nog geen abonnee? Abonneer je dan. Probeer het een maandje. Ik weet eigenlijk zeker dat je daarna gewoon blijft plakken, want het is het waard. Zullen we eens naar de luisteraarsvragen gaan, Bert? Lijkt me een goed plan. Corian, die had een vraag over payment channels. Die zegt, waarom kan je met Lightning niet gewoon sats ontvangen? Ook als je geen inbound liquidity hebt. Net zoals je met cash nu gewoon een tientje van iemand kan ontvangen, zonder dat je ooit eerder een transactie gedaan hoeft te hebben. Ja, ik zie dat jij je gedachten erover hebt laten gaan. Dus ik geef het de spreekkussen geef ik zo aan jou. Dankjewel. Ja, dat klopt. Dat kan niet zoals bij cash. En dat komt omdat het niet is zoals cash. Wat wel is zoals cash, is de Bitcoin blockchain. Hoe dat werkt, lijkt verdraaid veel op cash. Het lijkt veel meer op cash, op contant geld, dan op de bankrekeningen die we kennen. En als wij denken aan, zeker de jonge mensen zijn opgegroeid met bankrekeningen. Even tussendoor, ik luisterde de BNR Cryptocast met Simon Lelieveld en Paul Buiting. De Lely. En dat was wel leuk, want het begon eigenlijk met een stukje historie over hoe giraal geld ingevoerd is. Dat kon hij mooi over vertellen. En er was dus een tijd dat over die geldautomaten. Ja, dat geldautomaten kwamen als een soort van overbrugging tussen giraal geld en ze hadden het daarover, omdat er in het begin van giraal geld helemaal geen sprake was van surveillance en het volgen van mensen. En giraal geld was toen net zo private, zeg maar, als contant geld. Ja, ik realiseerde me toen pas in dat verhaal dat hij vertelde, dat eigenlijk de komst van de geldautomaat eigenlijk ook het begin van het einde van contant geld inluidt. Ironisch genoeg of paradoxaal genoeg. Want we komen voor die tijd vanuit een samenleving waarin eigenlijk alleen maar cash werd gebruikt. En dan wilde men een overstap naar giraal geld. En als brugfunctie tussen cash en giraal was daar de geldautomaat. Zodat mensen nog wel cash konden gebruiken. En sindsdien is natuurlijk het gebruik van cash alleen maar afgenomen. En ook wel gewoon ontmoedigd. En verdwenen er steeds meer geldautomaten. Net zolang tot we straks helemaal geen cash meer hebben. En dus het paradoxale vond ik van dat apparaat waar je cash uit kon halen, luidde eigenlijk ook de ondergang van cash in. Klopt, ja. Ja, als je dit interessant vindt, leuk vindt, dan is het ook nog wel aardig om de boeken van hoe heet ze? Annegreet de Boer, volgens mij. Zou kunnen. Ik zoek het zo even op. Nog een Gouden Jaren is er bijvoorbeeld eentje van. En zij schrijft over hoe de wereld is veranderd. Hoe Nederland is veranderd tussen 1950 en nu. Ja. En dat is fantastisch. Zijn twee boeken. Columnist toch? Zij is volgens mij econoom of economisch jurist. Ik zoek het even. Gouden Jaren. Ik gooi hem wel eventjes meteen op het scherm. Kunnen de YouTubers meekijken. Annegreet van Bergen heet ze. Ja, waanzinnig. En daar staat ook heel mooi in beschreven hoe de rol van geld verandert en salaris en loon. Ze vertelt dan over allemaal anekdotes heeft ze ook verzameld van mensen uit die tijd. En die vertelt van ja, ik werkte toen als accountant of zo voor een bedrijf. En dan moest ik op vrijdag bij de bank 100.000 gulden gaan halen, contant. En die gingen we dan allemaal in loonzakjes stoppen. En die werden dan door de mensen opgehaald. Ja. En dan hadden ze hun loon voor dat week weer contant. Ja, het is waanzinnig hoe dat veranderd is. Als je dat leuk vindt, het boek heet Gouden Jaren. Dat is een van de twee boeken van haar. En die andere, Het Goede Leven. Dat is echt, echt ontzettend leuk voor de mensen die van dit soort dingen houden. Maar goed, daar hadden we het niet over. We hadden het over cash en over lightning channels. De blockchain van Bitcoin werkt heel erg zoals contant geld. We noemen dat dan UTXO's, Unspent Transaction Outputs. Dat zijn eigenlijk de bouwstenen van Bitcoin. Een UTXO, dat is eigenlijk een geldbedragje wat nog niet besteed is. Dus als ik €6 heb, of een tientje heb aan Bitcoin, €10 aan Bitcoin, dan, laat het gewoon in Bitcoin, als ik 1000 sats heb, een UTXO van 1000 sats, dan kan ik dus nog 1000 sats besteden. En als ik die uitgeef aan iemand,
Stel dat ik jou 600 sats wil betalen, dan betaal ik jou 600 sats en dan is er nog 400 over, dat is het wisselgeld. En wat er dan gebeurt is dat die 1000 sats, die wordt vernietigd of die wordt ongeldig gemaakt in de zin van hij is niet meer onbesteed, hij is nu besteed. En er komen twee nieuwe outputs, eentje van 600 en eentje van 400. En die van 600 kan Peter besteden en die van 400 die kan ik besteden. Als je dat vertaalt naar contant geld, dan zou je kunnen zeggen ik ga naar de winkel met een tientje. Ik koop voor 6 euro aan bier. En wat die winkelier doet, die verscheurt het tientje. En die creëert ter plekke twee nieuwe briefjes. Een briefje van 6 en een briefje van 4. Die houdt zelf het briefje van 6 en die geeft mij als wisselgeld het briefje van 4. Dat is eigenlijk even een bitcoin-equivalent van hoe dat zou vertalen naar contant geld. Dus het lijkt eigenlijk heel erg op contant geld. Alleen omdat het heel onhandig is als mensen zelf briefjes zouden gaan schrijven, werken we dan met wisselgeld. En dus het is net iets anders, maar het lijkt er heel erg op. Maar waarom is Lightning dan niet ook zo ontworpen? Omdat dat niet zomaar kan. Want hiervoor heb je dus een administratie nodig waarin je dit bijhoudt. En dat is precies wat de blockchain is. En wat ze dus hebben bedacht met Lightning is van je kunt ook, in plaats van dat ik zeg van ik geef jou 1000 sats en jij geeft mij 600 terug, zou je ook kunnen zeggen we openen samen een kanaal waarin we eigenlijk tussen nu en een bepaald moment in de toekomst allerlei betalingen naar elkaar kunnen doen tot het moment dat we besluiten om de rekening weer te sluiten, om het kanaal weer te sluiten. En dat lijkt veel meer op hoe je bijvoorbeeld in een bar, en zeker in Amerika gebeurt het vaak, in Nederland geloof ik wat minder, zo'n bar tap, dat je binnenkomt bij een bar en je geeft je creditcard af of zo, of die scannen ze, en dan vanaf dat moment heb je een rekening open. Dan kun je gewoon op bestellen en helemaal aan het eind van de avond dan sluit je de rekening. En dan alles wat er in die tussentijd is gebeurd, wordt dan afgerekend. Je hebt het in Nederland ook bijvoorbeeld, als je gaat tanken bij zo'n automatisch tankstation, onbemande pomp, dan doe je eerst je betaling, zeg maar. En dan, er wordt gereserveerd eigenlijk. Hè? Precies, wordt een soort van gereserveerd. En dan ga je tanken en dan als je dan de slang erin doet, dan wordt het pas afgerekend. Ja. En je zou elk litertje benzine eigenlijk, zou je kunnen zien als een streaming payment. En dan klik, dan wordt het gesetteld. Daar lijkt Lightning veel meer op. En stel je dus voor dat je, ik ga tanken, dan open ik eigenlijk een kanaal met de Tink of zo, of de Total, weet ik veel. En die liquiditeit zit dan aan mijn kant. Dus ik kan wel betalen naar de pomp, maar de pomp niet naar mij. Zo zou je het eigenlijk kunnen zien. Hetzelfde geldt bij de bar. Je levert je creditcard in. Ja, ik kan tot een bepaald bedrag wel de bar betalen, maar de bar kan mij niet betalen. Zo, die liquiditeit zit dan aan één kant. En wil je dus dat het beide kanten op kan, dan zal de bar ook wat moeten inleggen. Of het tankstation. En dan kan het ineens beide kanten op. Zo zou je het een beetje kunnen vergelijken. Maar ik vind wel, er zit wel een geurtje aan. Of zo. Zeg maar, het is niets afdoen aan je verhaal. Er is een reden dat veel mensen kiezen voor een custodian wallet. Of ervoor kiezen om een bankrekening bij een bank te openen. Weet je, dat dingen gewoon werken. Mm-hmm. Ik zie het wel als een usability. Dus gewoon in het ontwerp van Lightning zit wel een UX flaw, vind ik. Weet je, dit is niet om te betalen, om iemand geld te sturen. Dit zit niet lekker, vind ik, in hoe je als mens verwacht met een machine te kunnen interacteren. Nee, maar dan denk ik ook dat je Lightning afrekent op de staat van de techniek zoals het nu is. En niet op wat het zou kunnen zijn. Tenzij jij zegt, er zijn fundamentele, wiskundig, natuurkundig bepaalde grenzen waardoor Lightning nooit gebruiksvriendelijk kan worden, pertinent niet, het kan niet. Zwaartekracht, whatever, gewoon een of andere natuurwet die dat onmogelijk maakt. Maar ik denk dat dat niet het geval is. Ik denk dat het Lightning-netwerk wel gebruiksvriendelijk te maken is door slimmere, betere techniek. Ik ben een tech-optimist en dat zegt Bart ook altijd. Ja. Ik ben een pessimist. Volgens mij blijft het gewoon. Ja, ik moet het nog zien. Zeg maar, het betaalkanaal is wel redelijk fundamenteel aan het Lightning-netwerk. Dus het verplaatsen van liquiditeit ook. Ja, misschien dat al dat soort dingen allemaal weggeabstraheerd worden met automatisch aanvullen van kanalen enzovoort. En dan zou je wat Corjan nu beschrijft dus ook gewoon kunnen doen. Maar goed, dat moeten we nog maar zien.
Laten we naar Mr. X gaan. Die had een vraag over Bitcoin in El Salvador. Die zegt, wat is jullie beeld qua educatie in El Salvador? Als mensen Bitcoin beter begrijpen, hoe het werkt, wordt de acceptatie dan groter? Of is dit nog te vroeg om vast te stellen? Ja, eerst toen ik dit las, dacht ik van ja, dat vind ik moeilijk om te beantwoorden. Daarna had ik Bart zijn interview geluisterd. En dan denk ik dat dat mijn beste bron is eigenlijk. Want daar vertelt iemand best wel genuanceerd over hoe El Salvador werkt. En een van de belangrijke ideeën die naar voren kwamen, is dat Salvadoranen gewoon heel sceptisch zijn over nieuwe ontwikkelingen. En dat komt omdat ze gewoon de afgelopen 30 jaar, misschien nog wel meer, zeg maar, zijn er nieuwe ontwikkelingen aangekondigd. En heeft ze dat voornamelijk pijn gedaan in plaats van dat ze er beter van werden. En ja, heel veel mensen die staan dus ook tegenover de komst van Bitcoin. Van, ja, ik moet het nog maar zien. Ik gebruik nu liever gewoon wat ik ken en dat is de dollar. Even afgezien nog van dat een heel deel van de economie echt cash-only is. En je ook kunt afvragen of Bitcoin daar nu in de huidige vorm in zou kunnen passen. Een heel ander soort interacties. En dan moet je denken, je loopt langs een kraampje, je gooit geld in een mandje, neemt fruit mee. Weet je, dat is, ja, is niet te vergelijken met hoe wij interacteren met elkaar en hoe wij dingen ruilen, zeg maar, hoe wij geld gebruiken. Dus ja, ik denk dat die educatie heel belangrijk is en dat daardoor de acceptatie groter wordt. Maar ik denk dat wij al snel overschatten hoe snel dat gaat. Dus dat gaat heus wel gaat wat jaren overheen, minimaal, zeg maar. Eens? Ja, ik denk het wel. Kijk, dan gaan we naar de Ring of Fire update. Ja, ik weet nog niet of dit een vaste rubriek wordt. Ik meende wel van zo'n geluid ging er wel rond in de wandelgangen van de Satoshi Radio. Maar hoe dan ook, we gaan het gewoon even proberen. Ring of Fire, ja, dat hebben jullie vaker langs horen komen. Dat zijn de allerlei ondernemende mensen bij elkaar die toffe dingen doen met het Lightning-netwerk. En met elkaar eigenlijk het Lightning-netwerk versterken door liquiditeit toe te voegen op een slimme manier. En ja, ik kreeg wat anekdotes doorgestuurd en ik zag een sheet, want de community die houdt allerlei cijfers erover bij van wat gebeurt er nou in die Satoshi Radio Ring of Fire community. Toen dacht ik, joh, wie kan er nou beter over vertellen dan iemand die daar middenin zit? Dus ik dacht, we bellen gewoon even met Edward. Dus ik heb Bert gevraagd om en Edward ook om even te kijken, even te testen van tevoren met een Telegram-verbinding. En als het goed is, zit Edward te wachten. Als het goed is, horen jullie ook de verbinding overgaan. Goedenavond. Sterker nog, als het goed is, horen jullie Edward's stem. Ik wel, in ieder geval. Buenas noches. Ik zie hem nog niet. Buenas noches. Kijk eens even. We zien hem ook. Hey. Ja, ja, geweldig. Hey, Edward, ja, goede avond. Het werkt gewoon. Fijn dat het werkt. Ik ben blij om je stem goeie te avond. Horen. Dat het werkt. Dat het niet gewoon bij voorbaat al misgaat. Hey, we moeten even bij het begin beginnen, dat is fijn, hè? Edward. Want wij hebben natuurlijk jouw donaties, want volgens mij waren het er meerdere, hebben we opgelezen. En eentje daarvan, die hebben we ook overgeslagen, terwijl we eigenlijk gewoon wilden hem wel voorlezen. Maar ja, dan lopen we gewoon tegen de beperkingen aan van deze hele simpele gebroeders slachters. Want jij schreef hem in het Spaans. En mijn Spaans, ja, gaat hem niet worden. Terwijl ik denk dat Henrique het best leuk zou vinden om dat berichtje te horen. En ik zie Bart ervoor aan dat hij, als jij dat die donatie even voorleest, dat hij dat gaat knippen en even aan Henrique door gaat sturen. Dus zou jij die ene donatie even willen voorlezen voor ons? Ja, tuurlijk. Het is leuk, want jij spreekt het uit op zijn Frans. Oh, ja, tenminste, ja. Voor mijn gevoel. Zeg je, ik kan, Enrique ik kan, is het gewoon natuurlijk. Ik kan mijn Spaans, ja. Spaans is voor mij al, ja. Jij hebt nooit Spaans gehad, hè? Ja, ik heb het 2 maanden gehad. En toen heb ik het. Ik weet nog wel dat ik moest Mercedes of zo. Mercedes, ja. Dat is echt zo'n typische Spaanse naam. Ja, dan moest ik dan op oefenen. Maar ja, ik heb geen talen. Ik ben wat dat betreft meer... Ik neig meer naar beta dan naar alpha. Behalve als het om Bitcoin alpha gaat. Ja, Bitcoin beta had ook gekund. Maar goed, jij gaat mij laten horen hoe je jouw bericht had moeten uitspreken. Nou, ik ben benieuwd. En dan mag je het eigenlijk ook oefenen dan daarna. Ik was eigenlijk wel benieuwd als je het zou voorlezen. Maar nee, ik heel graag. Enrique, gracias por contarnos tu historia muy especial. Nos da una visión cautivadora de El Salvador y nos ayuda a comprender mejor la vida ahí. Espero que esta contribución puede ayudarte a muchos otros. Todo lo mejor y un abrazo desde los Países Bajos. Eduardo.
Ja, het is vooral de R. Hè? Wacht even. Ik bedoel... Eerst een applausje. Ja. Ja. Ja, het is wel... Kijk, voor jou is het applaus waardig, maar het is gewoon Edwards moedertaal. Dus ja, eigenlijk zeg je nu tegen iemand, het is een beetje, zeg, goh, nou, spreekt goed gedaan. Ja, wat spreken die Chinezen toch goed Chinees? Ja, wat knap zeg. Het is toch, ik vind het al een applaus waardig dat hij gewoon even aanschrijft in de show. Dat is waar. Nee, maar misschien klap ik nu wel voor een Edward die ons aan het uitschelden is. Ik weet ook niet wat hij heeft gezegd. Wat heb je eigenlijk gezegd? Daar was ik al bang voor. Maar ik heb het niet tegen jullie gezegd, gelukkig. Nee, ik heb eigenlijk gezegd... bedankt voor het delen van je verhaal. Van je bijzondere verhaal. Het geeft ons een beeld van El Salvador. En het laat ons leren over het leven. Hoe dat daar is. Ik hoop dat deze donatie jullie kan helpen. En aan heel veel anderen. En dan schrijf ik todo lo mejor. Het beste. En een abrazo is een knuffel. En de Países Bajos, hè, dat zijn natuurlijk de lage landen. Ja, precies. Maar we hebben ook al een reactie, toch? Van, van Enrique. Ja, geweldig. Peter? Ja, daar is een videootje van, hè? Ja, zal ik die even kijken of hij erbij kan pakken? Dat is natuurlijk nog wel weer leuk. Ja, dus ik had even de chronologie niet goed. Nee, dus ik heb een videootje. Ja, het was 's nachts, hè? Dus, Gaan we hem even aan. Jij kunt het dan niet horen, Edward. Maar dan zet ik hem even aan. Ja, dat geeft niet. En dan kunnen de mensen even de reactie ook horen. Zo grappig. Eduardo, Eduardo, gracias por tu donación. Lo vamos a ocupar muy bien y te vamos a mostrar a quién estamos ayudando en la organización. Muy amable, viejo. Sos bienvenido. Hasta luego. Ja, mooi, toch? Schitterend. En wat zegt hij dan? Hij zegt eigenlijk, hij zegt natuurlijk bedankt voor je donatie. Het is hier supergoed besteed. En we zullen terugkoppelen aan wie allemaal geholpen worden binnen onze stichting. Dus hij wil het echt laten zien. Enorm bedankt. En dan zegt hij, dat vind ik heel erg leuk, dan moet ik aan Bart denken. Muy amable viejo. Dat is eigenlijk gewoon ouwe reus. zegt hij vriendelijk bedankt, ouwe reus. Echt iets. Super vet. Ja, dat past helemaal. Dat is gewoon lekker straattaal. Waar je omgaat, daar word je mee besmet, hè? Dus die Bart. Ja, die, dat is het. Maar zeg dat, zeg dat nog eens, Edward. Wat is ouwe reus in Spaans? Muy amable viejo. Viejo is het eigenlijk. Viejo. Muy amable viejo. En de V spreek je dan uit als een B en de J als een G. Dus dat maakt het allemaal weer erg lastig. Ja, precies. Viejo. Hey, cool. Bart, als je luistert, net zo warrig bent als ik, je moet dus niet dit fragmentje nog een keer gaan opsturen, oké? we waren bij de... Ring of Fire, bij de Ring of Fire. Ja, Edward, ik heb een sheet van jou gezien en ja, ik zag nog wat berichtjes via Bart bij me terechtkomen. En ik dacht, eigenlijk wil ik Edward gewoon even het woord geven. Want wat is er nou de afgelopen tijd allemaal gebeurd in de Ring of Fire community? Ja, het is echt redelijk uit de hand gelopen weer de afgelopen 2 weken. Ik dacht, het is wel leuk om meteen eentje te noemen die Stef vandaag nog deelde met mij. Want die zat in een andere groep. En de strekking is eigenlijk van, ik heb me er nog te weinig in verdiept. Toen ik de Ring of Fire op de Satoshi Radio podcast hoorde, wilde ik meteen meedoen. De rest komt later wel. En dat is eigenlijk een beetje hoe het is. Maar dit klinkt een beetje als fear of missing out. ja, precies. Maar helemaal eens. Ik voel ook wel dat het iets anders is. Maar dat merk ik omdat ik de hele tijd erin zit. Lightning is gewoon sociaal. Het is iets sociaals. En dat is met die Enrique natuurlijk ook zo. Die hebben er een heel verhaal aan vastgehangen natuurlijk om mensen te kunnen helpen. Maar ik merk het dagelijks samen met Stef in de rings. Het is gewoon tof om het samen te doen. Je hebt je ook wel twee mannen te pakken, hè? Ik bedoel, jij en Stef zijn natuurlijk sociale wel... Mannen. Ja, veel socialer wordt het niet. Misschien is dat ook wel. Misschien is ook wel jullie betrokkenheid daar gewoon wel een soort... zeg maar, waar het op draait ook wel. Ze doen het voor jou, voor jullie. Weet je wel. Ja, het is wel leuk dat je het zegt. Want ik denk wel dat er zijn gewoon ook heel veel leden die het heel leuk vinden dat we dat ze iets kunnen leren. En dat dragen wij dan ook. Maar we proberen ze ook wel enthousiast te maken. En als het dan... ik heb dadelijk een verhaal over een ring. Dat is echt legendarisch. Maar wat daar na de hand gebeurde, dat was gewoon puur... Eigenlijk alsof je in een café zit met elkaar en je het gezellig hebt over iets tofs wat je hebt meegemaakt. En dat is gewoon leuk. Dan betekent dat de sfeer gewoon goed is. Ook al ken je elkaar niet, heb je toch het gevoel dat je elkaar kent. Ja, maar vertel. Superleuk. Vertel het verhaal. Legendarisch verhaal. Dat klonk goed. Het legendarisch verhaal. Ja, eens even kijken hoor. Het was in de vierde ring van de 500K.
Ja, ik heb mijn kat op schoot, want anders gaat hij de hele tijd doorheen mouwen. Oh, wij dachten al. Niet je kind. Nee, oké. Okay. Nee, die ligt te slapen. Net pas, want die kwam net uit bed. Maar wat wil die, die kat, niet slapen. Dat er zoveel aandacht voor gevraagd moet worden? Eigenlijk wil die ook altijd mijn aandacht. Dus het is gewoon als ik hier ga zitten. Okay. Echt serieus. Die praten doorheen, die mouwen doorheen. En als mijn vrouw hier zit, dan is er niks aan de hand. Maar zodra ik er ben. Ja, het is gewoon een kattenmagneet. Ja, lastig. Een kattenmagneet. Maar goed, dus ik ben er even aan te aaien, want anders gaat ze de hele tijd lawaai maken. Ja, de vierde ring, 500k. Nou, Boy was daar de ringleader. Satstekker zat erbij en nog een aantal anderen. Echt geweldig. En dit was echt zo'n ring, die heb je eens in zoveel tijd waar het gewoon niet wil lukken. En er was één iemand, die was er ook niet. En dat was precies de nood waar een probleem mee was. Ja, even voor mijn beeld, hè, voor mensen die, die niet zo vaak gehoord hebben nog van Ring of Fighters. Eigenlijk moet je even gewoon Bitcoin nodes in een cirkeltje voor je zien. En je eigenlijk maak je een verdeling van, je zegt van nou, deze Bitcoin node gaan we met die aan de rechts van hem verbinden. En zo maak je een cirkeltje rond. En dat noem je een Ring of Fire, toch? Ja, klopt. En eigenlijk als je al verbonden bent met elkaar in een ring, dus iedereen heeft één kanaal naar elkaar toe, naar de buurman, dan werkt die ring eigenlijk al, behalve dat je liquiditeit maar aan één kant staat. Dus je kunt maar één richting op de ring. En je wil natuurlijk eigenlijk liefst alle richtingen op. Ja. Dat momentum pakken van het balanceren van die liquiditeit, dus eigenlijk een transactie versturen, Van de ringleader naar over het rondje. Ja. Zodat hij weer terugkomt bij hem. Heeft hij niks hoeven te betalen. En is de liquiditeit netjes verdeeld. Als je namelijk de helft van de liquiditeit van een channel gebruikt. Maar ja, daarvoor moet je dat momentum wel kunnen pakken. En daarvoor moeten alle nodes helemaal up and running zijn. De kanalen helemaal perfect. En gelukkig heeft Stijn daar dus die tool voor gemaakt. Dus alle ringleaders zitten altijd te kijken. En de leden ook. Maar of dat alle kanalen niet rood zijn. En als ze rood zijn, dan is het dus niet goed. En dat was dus nu wel het geval. En dat lag in dit geval eigenlijk aan iets heel simpels. Er was een nood gewoon uit. Die was gewoon uitgevallen. Ik weet niet precies waarom. Maar uiteindelijk hebben we geprobeerd dus die persoon te bereiken. Nou, dat ging niet. Toen kregen we uiteindelijk reactie. Maar die had het heel erg druk. Die was in ieder geval niet thuis. Dus we gingen om 9 uur weer verder. Nou, en dan is het... Boy die zegt, ik ga even lekker een serietje kijken en ik zie het daarna wel. En er was nog iemand lekkere pasta met gerookte zalm aan het eten. Nou, dat klinkt heerlijk. Maar later op de avond kwam die persoon dus online. Heeft hij weer tot leven gewekt. Moest hij nog wel even synchroniseren. Want die node, ja, als die uitstaat, dan is die blockchain niet meer gesynchroniseerd. En ik denk niet dat het daaraan lag. Maar de gossip is eigenlijk het praten met de andere nodes, met het hele netwerk, zodat die node zegt, ik ben er. Ja, dat was het grootste probleem. En aangezien die uit was geweest. En toen zei Boy nog van, ik ga morgenochtend denk ik maar niet naar de sportschool. Dus toen dachten wij wel van, ja, dat is nou ook weer niet de bedoeling van Ring of Fire. We kunnen gewoon het uitstellen en een andere keer doen. Alleen wij weten ook wel dat momentum soms wel heel erg belangrijk is, dat het net gaat. En uiteindelijk, dat was het legendarische, hij was bij zijn vader en hij had daar eigenlijk dus niks, want zijn nood was natuurlijk thuis, de ringleader bedoel ik hierbij. En hij heeft dus via zijn telefoon een VPN-verbinding opgezet naar zijn laptop toe op een extern scherm. En uiteindelijk heeft hij via SSH in kunnen loggen op zijn Umbrel-node, heeft hij 's avonds nog getest. Toen dacht ik van, dan kan ik morgenochtend het nog een keer proberen, want dat was het idee. Ja. En toen hebben we de ochtend daarna eigenlijk iedereen wakker geschud, want het was nog steeds niet goed. En toen hebben we één sat over dat kanaal heen en weer gestuurd. En daarna lukte het gewoon. En dan hebben we hier de geweldige zin van Boy. Alles is groen, ik heb op cent geduwd. En nu? En toen was het eigenlijk al klaar. Je hebt soms niet door dat het werkt. En dan is het, dan komen al die screenshots erin. En dan zegt Satstekker, hatsé! En dan is het helemaal perfect. Dus dit was echt zo'n lekker verhaal van alles gaat mis. En uiteindelijk heb je een soort climax en leef je met elkaar mee. Maar en heb je het eigenlijk niet door. Je hebt niet door dat het werkt. Dit klonk als zeg maar zo'n hele momentumvolle community effort.
Waar vervolgens Murphy langskwam om even Murphy's Law op te botvieren. Vervolgens leef je naar een climax toe. Om erachter te komen dat die climax eigenlijk de vuurwerkvoorstelling al voorbij was. Omdat je even met je ogen knipperde. Inderdaad. Dat is ook wel een beetje een anti-climax natuurlijk. Maar daarna is het wel heel leuk. En je krijgt ook wel het gevoel door dat balanceren. Dat het een beetje, hoe noemen ze dat, hakitaki is. Hè? Want waarom moet het nou zo ingewikkeld zijn? En waarom moet die gossip nou iedere keer roet in het eten gooien? Maar het is ook wel, dat merk ik wel, ook bijvoorbeeld bij wat grotere rings. Als ik in gesprek ben met leden. Dat je uiteindelijk, je strategie is het belangrijkst. En het ligt er echt aan wat voor ontwikkeling je nood meemaakt. En sommigen zijn echt enorm ver. En bij anderen gaat het zelfs gewoon eigenlijk redelijk organisch. Dus die hebben gewoon kanalen op de juiste plekken zitten. Ja, en dan hoef je eigenlijk niet heel veel te doen. Ja, dat zeg ik nu even met slag om de arm. Maar kijk, ik vind zelf van alles wat ik hoor, vind ik het stuk dat mensen echt leren hoe Bitcoin werkt. En dat ze met apparatuur bezig zijn, het knutselen zijn. Dat vind ik misschien wel het allermooiste effect. Nou, nee, die staat gelijk met het community gevoel. Wat daar allemaal gebeurt, ik vind dat echt wel heel erg tof. Ja. Hey, heb je om af te sluiten nog wat statistiekjes, Edward? Ja, die heb ik ook. Eens even kijken. Ik heb een, eigenlijk gewoon het totaal. Ik denk dat voor nu een goed begin is. Namelijk 4,19 bitcoin in totaal vanaf de 65 miljoen node. Ja, dat is echt bizar. Ja. Ik heb het net ook zitten berekenen van wat kan ik daar nu voor kopen? Want een huis is tegenwoordig natuurlijk veel te duur. Maar ik denk een garagebox voor twee auto's. Ik denk dat wel lukt. Ja, het is gewoon, maar dat is echt ontzettend veel. En het zit opgesloten in het Lightning netwerk. Zo zie ik het dan. Ja, precies. Dat hebben jullie als community eigenlijk vastgezet. Ja, exact. Dus dat is in een hot wallet eigenlijk. Dus, hè, zo. Ja, op een experimenteel netwerk. Ja, precies. En om hoeveel participanten gaat het dan? Ik heb hier een totaal van 215 participanten. Daar zitten ook wel wat dubbelen in nog. Ja, dus dat moet ik nog even uitsplitsen een keer. Maar 215 waren aan het bouwen. En daar zitten best wel wat unieke bij hoor. Ik denk dat het echt gaat om 75%, 80% daarvan. En deze week waren het weer, even kijken, 19 man die bezig zijn. En je merkt nu ook een verschuiving naar wat grotere liquiditeit. Dus bijvoorbeeld deze week hadden we 12 miljoen in de 2M. Dus 2 miljoen zat Ring of Fire. Ja, en je hebt natuurlijk die uitschieten van 25 miljoen. Maar ik merk wel dat er dat je dan denkt van oké, nu heb ik een 500k ring. What's next? Dus je wil natuurlijk een strategie hebben voor je nood. En je wil meer kunnen leren ermee. En die strategie helpt wel met leren. Dus als je, als je meer transacties wil, dan ga je ook nadenken over van wat voor kanalen moet ik dan openen? Moet het geografisch zijn? Of moet het met een node zijn die ook betalingen uitvoert? Bijvoorbeeld in El Salvador? Of is dat juist niet slim? Dus dat zijn leuke gesprekken. Ja, ja. Nou, dat is misschien wel leuker voor de volgende update. Is eventjes een inkijkje krijgen in de lessons learned. Maar goed, dat is een goeie. Dat kan ik dan even zo aan je meegeven. Want we gaan hem hier afsluiten, Edward. Echt heel erg tof dat je helemaal goed inbelde. Graag gedaan. En al die verhalen, er zijn er vast nog veel meer. Dan gaan we ze gaan. Ja, de tequila, hè? Maar die gaan we nog wel een keer. Precies, dat komt. Precies. Ja, heel erg cool. En ga ze door. Ook aan Stef trouwens, want dat is wel een beetje je roommate zo. Hè? Ja, die zit nu bij Ajax, dus die is heel druk bezig. Ook leuk. Oké, spreek je later. Groetjes. Doei, doei. Oké. Doei doei, hoi hoi. Ja, dat is tof. Dat is tof toch? Zeker. Mocht je nou luisteren en denken van, hebben die mensen het over naar Ring of Fire? Ja, je kent het Lightning netwerk waarschijnlijk. Je kent Bitcoin. Je denkt, lijkt je het leuk om eens met Bitcoin aan de slag te gaan knutselen met hardware, met software? Maar dan is dit echt een hele toffe Satoshi Radio community tak. Om je aan te sluiten. Je hoort Edward, die ontvangt je met open armen. We gaan naar in het kort. Als je het goed vindt. Ik vind het goed. Ik ben eventjes de stop.
De ja, jij ruimt even de brokstuk communicatie op. Communicatie aan het managen, ja precies. Ja. Ja, misschien wel goed. Ik moet natuurlijk nog eventjes de volgende gast, ja, de spoiler alert, die moet natuurlijk ook even verwittigen. Hè, van, oh, dat ben je een beetje laat mee, denk ja, ik. Ja, misschien wel, ja. Dan zeg ik, hey, over 5 minuten ben nou, jij aan of, de beurt. Of 3 of 2. Ja. Ja, want het eerste in het kortje is, denk ik, echt wel kort, maar wel leuk op zich. Het gaat namelijk over Paxful. Wat is Paxful? Paxful. Ja, Paxful is een Bitcoin wallet met allerlei diensten daarin geïntegreerd. En die hebben vooral gebruikers in Afrika, geloof ik. Nigeria bijvoorbeeld heel veel. Daar zitten enkele miljoenen. Ze hebben in totaal 7 miljoen gebruikers nu. En die hebben hun integratie met Lightning afgerond. Ze hebben daarvoor samengewerkt met Lightning Labs, volgens mij, van Elizabeth Stark. En dat vond ik toch wel weer zo'n, ja, zo'n steentje, weet je wel, zo'n gewichtje in de schaal. Dat zijn gewoon weer, ja, in potentie miljoenen gebruikers die van dat netwerk gebruik gaan maken. En als het over netwerkeffecten hebben, ja, die wordt dan sterker. Die wordt groter. En Lightning krijgt er door een boost, wordt volwassener, of linksom of rechtsom. En misschien loop je wel tegen limieten aan. Ja, en ja, ik vind het gaaf. En het opent misschien deuren, hè, voor de gebruikers daar. Want die tot dusver moesten ze het doen met gewoon de basislaagtransacties. Nou, die kunnen duur zijn. Ik heb nog even opgezocht, waar wordt het nou veel voor gebruikt, die Paxful Wallet? Ze zeggen zelf dus ook voor remittances en onderlinge betalingen. Dus dat is meer dan alleen voor speculatie. Dat komt misschien ook omdat ze in regio's actief zijn, waar Bitcoin als geld gewoon een positie inneemt. Die we ons hier niet kunnen voorstellen met de euro en alle betalingsmogelijkheden die wij hebben. En daar gewoon daadwerkelijk een hele belangrijke behoefte invult. Dus nou ja. Paxful Lightning vond een mooi nieuwtje om even genoemd te hebben. Ja, wat wel een grappige aanvulling is dat Michael Saylor daar natuurlijk ook over tweette en hij zei daarover: soon, no Bitcoin wallet or crypto exchange will be competitive if they don't support Lightning. Dus hij geeft eigenlijk even een schop tegen iedereen. Jongens, kom op, fix het nou even. En ik moet dan zelf denken aan de introductie van Segwit, waar we toen ook zeiden van, nou, dat zal wel snel worden geadopteerd, hè? Want het is natuurlijk minder transactiekosten of ja. Dat soort dingen. En het duurde ook ontzettend lang voordat, sterker nog, dus nu is het nu pas op 80% of zo pas. Ja, dit jaar kwam blockchain.com volgens mij even pas erbij. Dat soort dingen. Dus heel goed gedaan, Michael. Gewoon even, jongens, even allemaal naar Lightning. En ik vind het in Nederland ook gewoon nog steeds jammer, hoor, dat je niet gewoon even ergens 2 tientjes... Bitcoin kunt kopen, de rechtstreeks naar je Lightning wallet. Ja. Daar hadden we het vorige week ook over. Maar klopt. En iemand die stuurde mij toen een berichtje van, nou, je kunt hier eens naar kijken. Ik weet niet meer precies wat het was. Het was een Belgisch bedrijf, maar de iPhone-app daarvoor, dat kan dan alleen nog maar via testflight. Dus dat vind ik ook nog niet echt productierijp, zeg maar. Dus dit, dat zou wel mooi zijn als er wat meer echt voor de gebruiker, voor de gewone mainstream user. Ja. Geïntegreerd wordt. Strike, wanneer op Strike? Maar ja, we hebben het regelmatig over gehad. We gaan naar het volgende item en daar hebben we, ja, hebben we gewoon weer een beller. We gaan het namelijk hebben over de Rabobank. En die hebben namelijk iets gezegd over hun beleid rond virtuele valuta. Voor particulieren en bedrijven. En we hebben natuurlijk iemand in de community zitten. In de Satoshi Radio community. Die gewoon bij de Rabobank best wel goed weet wat er gebeurt. Zijn naam is Jury. En als het goed is, gaat Jury zo meteen opnemen. Jury heeft wel opgenomen. Okay. En ik denk ook dat we hem al kunnen horen. Ik zie nog geen beeld trouwens. Jury, mogen we je zien? Ja, Jury had, ik zag hem net, hij had namelijk echt een geweldige backdrop. Kijk eens. Oh, wacht. Hij gaat deur eruit. Zeg aan eruit. Je staat nu uit, ja. Je camera. Nog een poging. Nu staat hij aan. Fantastisch. Kijk eens, dames en heren. Dit is Jury. En Jury heeft zijn muur, vertelde hij mij net, in Bitcoin oranje geschilderd. Klopt, ja.
Dus je kunt bij hem terecht. Hij zit ook in de Stoshi Radio chat. Ja, de meesten zullen hem daar ook wel kennen. Maar je kunt vragen om de RAL-code of zo. Hè? Ja, precies. Ja. Ik heb dus een kleurcode praat voor degene die ook interesse heeft. Ik vind het heel erg tof dat je in de show zit, Judy. Je naam valt wel eens vaker. Weet je, Judy is ook gewoon een crypto en een bitcoin OG. Dus die deed dingen met cryptovaluta voordat... Voordat sommige luisteraars geboren waren. Precies, voordat de meeste mensen er ooit mee in aanraking zijn gekomen. Hij weet er belachelijk veel van. Is leuk om mee te praten. En hij werkt bij de Rabobank. Ja, weet je, dat is een combinatie. Dat hoor je niet vaak, hè? Leuke mensen, Rabobank. Nee, flauw. Maar de vraag is wel even, Judy. Moeten we je nou even zien met de pet op van Satoshi Radio, community member? Of bel je nou in met de pet op van Rabobank medewerker? Ja, ik denk vandaag iets meer met de Rabobank pet. Precies, dus ja. Vanaf nu houden we het dan ook gewoon even netjes. En dan pakken we het even professioneel aan. Want, Judy. Dus ik las iets en ik las het eerst op Telegram. En later heb ik ook nog even de bijbehorende webpagina's gelezen. Ik zag dat de Rabobank iets gepubliceerd heeft over haar beleid rond virtuele valuta voor particulieren en bedrijven. En toen dacht ik, volgens mij kan Judy wel even toelichten waarom dat überhaupt noemenswaardig is. Dat het misschien zelfs wel een mijlpaal is dat het op papier staat. En misschien ook even kort toelichten van wat is er nou eigenlijk gezegd? Ja, nou wat denk ik niemand is ontgaan is dat toch zeker eigenlijk sinds begin dit jaar Bitcoin vol in de aandacht staat. Zeker wat met name in Amerika allemaal gebeurt. Dus institutionele interesse, maar natuurlijk ook gebeurtenissen zoals El Salvador. En dat zorgde dus ook voor dat er zowel vanuit particulieren als ook zakelijke klanten best wel veel vragen komen. Maar dus ook wel eens verrast worden, doordat dus wel ook het beleid, waar dus niet een en ander over geschreven is, wordt toegepast. Dus voor particulieren krijgen we best wel vaak een beetje angstige vragen van hey, ik heb best wel wat bitcoin of andere cryptovaluta en die wil ik graag laten uitbetalen via mijn Rabobankrekening. En ik wil graag dat maar een rekening niet bevroren wordt. Nou, dat is natuurlijk een hele terechte vraag waar voor kort. Dus ook niet iedereen binnen met name de collega's die bij de klantenservice zitten, die een antwoord konden geven. Dus die komen ook allemaal bij mij terecht. Dus het is deels om de particuliere klanten wat meer zekerheid te geven. Maar ook om met name de klantenservice medewerkers wat ontlasten. En ook mij zelf ook een beetje ontlasten. Ja, want zo tussen neus en lippen door zeg je van, wie kan bij mij terecht? Wat is jouw functie eigenlijk binnen de Rabobank? Oh, dat is wel een goede om ook nog eventjes te noemen inderdaad. Ja, dus ik ben de manager van het blockchain team binnen Rabobank. Kijk. En dat betekent zowel blockchain als ook cryptovaluta zoals Bitcoin. Ja, precies. Dus is dat onderdeel van een soort innovatieachtige hub of team? Of hoe moet ik dat zien? Dat klopt zeker, ja. Dus wij maken deel uit van strategy design en innovation. En suggereert dat blockchain, Bitcoin nog steeds wel een beetje de status van innovatie heeft. Maar je ziet toch ook wel dat er ook bij onze zakelijke klanten echt al wel Bitcoin gebruikt wordt. En met name voor die klanten van ons is het wel fijn om te weten van hoe zit het nou precies als met onze cryptovaluta. Ja, dat zeker weten. Hey, en heeft het jou persoonlijk dan ook... ben je ermee bezig geweest, zeg maar, met dit rondkrijgen? Dus dat er dingen op papier gezet worden, dat mensen om jou heen tot aan de klantenservice toe eigenlijk begrijpen. Zeg maar, waar gaat het nou om? Wat voor markt is dit? En wat kunnen we daarmee? Ja, precies. Dus we waren zeker in het begin. Dus we hebben het over 2014, 2015. Heel af en toe gebruikt wordt. En het vooral heel veel educatie pushen is. Ben ik echt wel heel blij om te zien dat er ook wel steeds meer pool komt vanuit elders in de organisatie. Ja. Dus echt onder andere vanuit de klantenservice. Maar ook wij zien dus ook onze collega's in de VS crypto trading desk opzetten.
Nou, we zien ook dat de DNB ook steeds duidelijker wordt en ook de andere toezichthouders ook echt wel hun best doen om voor ons ook een heel duidelijk kader te stellen van wat kun je nou wel en niet met crypto doen als je onder toezicht staat in Nederland van de DNB en de AFM. Ja, precies. En ik las over de zakelijke klanten, die lees ik even voor hoor. Lees ik even van de website af. Er kleven voor bedrijven meer dan nog dan voor particulieren grote risico's aan de handel in virtuele valuta. En we hebben onvoldoende zicht op transacties in deze valuta. We hebben besloten zakelijke koop en verkoop van virtuele valuta via Rabobankrekeningen niet toe te staan. Wat gebeurt er dan als dat wel gebeurt? Ik kan me voorstellen dat er gewoon mensen met zakelijke rekeningen zijn die dat al doen, al een tijdje of zo. Ja. Precies. Dus ook daar zie je, nou, ik denk dat veel van de sponsoren van de podcast daar een goed voorbeeld van zijn. Er zijn gewoon echt al heel wat Nederlandse cryptobedrijven die ook gewoon netjes bij de Nederlands, bij de DNB geregistreerd zijn als zodanig. En die kunnen wij dus in ieder geval volgens het huidige beleid dus niet in de boeken nemen. Dus ik ben aan de ene kant dus wel blij ook dat het beleid wel duidelijk is hierin. Dus ook dat bestaande klanten weten waar ze aan toe zijn. Ja. Maar hopelijk, en dus hopelijk ook klanten die iets met crypto willen doen en klant bij ons willen worden. In ieder geval ook nu op de website kunnen lezen hoe wij daar tegenaan kijken. Even een vraagje van mij, Jury. Wij hebben een boek gemaakt, hè, Peter en ik. En we hebben nu een boekhandel in Hilversum. En die gaat Voorhoeven. Daar kun je straks ons boek kopen met Bitcoin en Lightning. En via de website en in de winkel. En je kunt volgens mij straks ook je koffie eraf leveren. Waanzinnig. Helemaal leuk. Hij was ook helemaal enthousiast. Stel nou dat die meneer, hè, die ondernemer, straks heeft een hele hoop zatjes. Ergens, ik geloof dat Patrick van der Meijden, Bitkassa, die regelt het geloof ik met Bit My Money of zo in eerste instantie eventjes voor hem. En hij zegt, weet je, ik wil het gewoon uitkeren naar mijn rekening, zakelijke rekening, Rabobank, ik vind de accountant fijn. Is dat dan ook al verboden? Verboden vind ik een wat hard woord. Op dit moment staat het beleid inderdaad niet toe dat je met je zakelijke Rabobankrekening cryptovaluta koopt en verkoopt. En dat is eigenlijk wel apart, want het gaat dus wel ook vaak via cryptocurrency exchanges, die dus ook als goed is onder toezicht staan. Maar wij hebben wel een hele belangrijke poortwachtersfunctie. Daar is het ook gisteren afgegaan bij de CryptoCast, daar heeft Simon Lelieveld en Paul Weidenk erover gehad. En op dit moment voelt men zich, in ieder geval bij jou, nog niet comfortabel genoeg om dat dus ook op dit moment al toe te stemmen. Maar dat voorbeeld wat ik noemde, dat is dus een voorbeeld van waarin je het niet toestaat. Het is inderdaad een schending van het beleid. Ja. Wat dus inderdaad een reden is om vanuit de Rabobank de klantrelatie op te zeggen op dit moment. Is dat meteen een reden of ga je dan eerst een gesprek voeren? Want zeggen van joh, dat mag niet. En dan zegt de ondernemer, oh ja, dat wist ik helemaal niet. En dan kan hij zijn leven nog beter? Of is het one strike and you're out? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ik zit dus wel echt bij de innovatieafdeling. Ik ga niet direct om het ongomende customer due diligence, waar dit onder valt. Dus ook daar, ook omdat het dus niet direct duidelijk was in het verleden, ga ik inderdaad wel vanuit dat daar inderdaad wel eerst in gesprek wordt gegaan met de betreffende klant. Maar dus nu ook, omdat dus nu ook transparanter is geworden voor deze zaakklanten, dus mensen die al klant zijn, de partijen die al klant bij ons zijn, je hebt als goed is ook al wel een brief gekregen met deze informatie. Ja, precies. Om ook op die manier voor te zorgen dat ze in ieder geval zich wel aan ons beleid houden. Dus ook daar, wij hebben niks te zeggen over dat je dus je betalingen in Bitcoin ontvangt. Dat mag dus gewoon. Dat je daar gewoon aanhoudt. Dus zeg maar, zodra het je Rabobankrekening aanraakt, dan gaan bij ons wel wat belletjes af. En dus dat is een mogelijke aanleiding. Dus om in ieder geval in het variant gaan. En dus ook omdat het dus een schending is van het beleid. En er zijn nog heel veel andere dingen die ook ons beleid, die wordt toegestemd.
een reden kunnen zijn dus om de klantrelatie op te zeggen. Ja, dus als ondernemer zul je dan, hè, dus Bobubbo bijvoorbeeld, die accepteert ook satjes in zijn kroeg in Haarlem. Die zou dan dus die bitcoins moeten sparen. Hè? En als hij dan op een gegeven moment, dan maakt de accountant de jaarrekening op. En dan heb je dus in de boeken staan zoveel euro's en zoveel satoshis. En dan een gedeelte daarvan wordt uitgekeerd als dividend of zo aan de aandeelhouders. En dan moet hij die satoshis naar het privé uitkeren. En dan mag pas het naar zijn bankrekening. Dat is dan een soort van route die je dan... Het wordt natuurlijk wel heel erg ingewikkeld op deze manier. Ja, ja, precies. En dat soort workarounds, ja, dat zijn natuurlijk ook dingen die ook niet heel wenselijk zijn. Wat er ook wel bij gezegd moet worden. Wij zoeken ook wel actieve dialogen aan met crypto-dienstverleners en ook partijen. Die dus ook wel hiermee aan de slag gaan. Want ook daarna. Ja, kijk, dus maar ook wel een paar keer langsgekomen in de podcast. Ja, partijen zoals Chainlink en als Cypherlink. Nou, en ook weet ik dat er een hele hoop Nederlandse partijen eigenlijk vaak nog strenger zijn in de controles dan dat we zelf zijn. Dus ik ben er wel eigenlijk al wel van overtuigd dat er echt wel een manier is om hier wel in de toekomst crypto bedrijven of bedrijven die iets met crypto willen doen beter van dienst kunnen zijn. Maar ik ben in ieder geval dus wel blij dat in ieder geval ook geen taboe meer is. Ja, je hebt dus, nee. Kijk, ik bedoel, het is natuurlijk ook zo dat de Rabo doet het natuurlijk ook niet. Zeg maar gewoon omdat ze graag die klanten niet willen hebben. Nou ja, dus sommige mensen zeggen dit doet Rabo om gewoon om Bitcoin een zo slecht mogelijke naam te veroorzaken, omdat ze gewoon hun eigen dienstverlening willen afschermen. Dit is gewoon ze voelen de hete adem van Bitcoin in hun nek. Ja, en daar geloof ik echt niks van. Nee, maar dat is wel het verhaal wat rondgaat. Daar kan natuurlijk wel duidelijk in zijn. Ja. Wij zijn absoluut niet anti-Bitcoin. Wij zijn met name anti-witwassen en anti-financieren van terrorisme. En er zijn gewoon een hele hoop hardnekkige aannames, onder andere over het schoonverbruik. Maar ook over dat het nog steeds veel wordt gebruikt voor criminaliteit. Nou, er is een mooi artikel verschenen in het FD over dat Bitcoin vaak de zwakschakel is bij ransomware. En er zijn nog best wel wat meer van dat soort onjuiste aannames. Die eigenlijk er ook voor zorgen dat Bitcoin eigenlijk zeker in het verleden geen serieuze kans heeft gekregen. En dat lijkt dus nu echt wel te krijgen. Zo is er ook eerder dit jaar, als ik het zelf, een heel leuk artikel verschenen met mijn collega Wim Boonstra. Die echt heel kritisch is op Bitcoin. En ik heb daar best wel veel positieve reacties over gehad. Dat laat in ieder geval zien dus ook dat er niet één persoon met Bitcoin bezig is die het misschien vooral vanuit economische bril bekijkt. Want de economische kant van Bitcoin is maar één van de vele kanten. Nee, precies. Dus laten we ook top dat gewoon even expliciet zijn. Hè. Het is kudo's voor de Rabobank dat ze gewoon heel precies zeggen hoe ze ernaar kijken. Dat is veel beter dan dat het een black box is en je moet maar hopen wat eruit komt. Dus dat is stap 1. Dat zou elke bank moeten doen. Ten tweede, kudo's dat jullie een open debat voeren erover en dat ook gewoon laten zien. Dat vind ik ook heel sterk. Ik hoor dat overigens van veel meer plekken, ook binnen de Rijksoverheid bijvoorbeeld, dat het niet een kwestie is van we zijn allemaal tegen, maar er wordt gewoon een levendig gesprek over gevoerd. En dat is top. Hè? Dus ook dat is dan tof. Alleen wat ik heel lastig vind, is dat er voor zakelijk gebruik gewoon ook geen gesprek over te voeren is. Het is gewoon nee, als enige optie. En ik vind het is ook weer onterecht om dat de Rabobank aan te wrijven, omdat ze er expliciet over zijn. Weet je, zo is het natuurlijk ook. Hè? Nee, maar dan vind ik de aflevering met Simon Lelieveld van in de CryptoCast, waar we het net over gisteren, hadden. Ja. Dat vind ik een mooie aanvulling op dit gesprek. Want dat daarin, en dat snap ik, dat kun je als Rabobank veel moeilijker zeggen dan een Simon die bij een BNR-podcast zit. Een bank zit ook gewoon in een tang waar ze niet per se in willen zitten. En dat is vooral wat ik bedoel. Dit doen banken, en Rabobank weet ik ook zeker, niet met plezier van we gaan die diensten niet verlenen. Dat is uiteindelijk natuurlijk heel risicoavers en terecht. Want voor je het weet heb je een boete aan je broek hangen waar je u tegen zegt. Precies. Ja. En dus het is gewoon een rot probleem, een rot situatie. En in die zin, weet je, gegeven die context, dus het is gewoon echt niet een mooie context. Dus daar kunnen we kort of lang over gaan, maar dat is geen mooie context. Vind ik wat de Rabobank laat zien, wat jij ook noemde, Bert, en nu hier duidelijkheid over geven, vind ik zelf positieve ontwikkelingen. Even afgezien van dat ik er liever andere teksten zou zien staan.
Maar voor de consument is dus eigenlijk best wel prima, toch? Ja, misschien wel. Wat was daar de uitkomst ook weer van, Peet? Nee, in principe consumenten, particulieren mogen zich gewoon bezighouden met cryptovaluta. Ja, alleen als je... Alleen ze kunnen misschien zo nu en dan een belletje krijgen met je, joh, waar komt dat geld vandaan? En dan gaat het om inderdaad de historie, de herkomst van je funds. En is het nou ook al zo intussen, Jury, dat je, stel hè, dat ik... ik heb in 2000, lang geleden heb ik voor 1000 euro bitcoin gekocht en dat is nu een ton. En ik denk, ja, als ik dat nu uitcash naar mijn Rabo-rekening, dan zou ik het zelf ook niet gek vinden dat ze dat even dat blokkeren. Want wie krijgt er nou zomaar een ton? Dus ik bel de Rabobank om even aan te kondigen. En dan kan ik ook meteen overhandigen de herkomst van mijn vermogen, zodat het allemaal soepel verloopt. Kan dat intussen, dat procesje? Ja, precies. Dus dat is ook uitgelegd inderdaad in het stuk voor de particulieren. Dus dat jij inderdaad je Bitcoin legitiem hebt gekocht een tijdje terug en ook op een gegeven moment verkoopt. Nou, dat is gewoon al eigenlijk al een prima uitleg. Want ja, ook de minder geïnformeerde collega's, nou, die kunnen inderdaad best wel makkelijk de koers vinden. Wellicht ook zelfs nog de aankooptransactie zien die je hebt gedaan naar de exchange toe. Ja. Dus bijvoorbeeld, nou, stel je hebt vorig jaar maart 2020 een bitcoin gekocht voor was het 4000 euro. Heb je uitgekeerd voor 50.000 euro. Nou, dat kan je gewoon laten zien. Dan is er inderdaad niks aan de hand. En dat is inderdaad gewoon vooral dat als een transactie... Voor de meeste mensen is een transactie van 50.000 euro niet echt gebruikelijk. Maar kan je dat dan ook van tevoren doen, Jury? Dat je zegt van, joh, hij komt eraan en blokkeert de boel niet? Of hoeft dat ook niet meer? Nee, het is eigenlijk vooral, er wordt eigenlijk vooral dus gekeken dus, naar ongebruikelijke transacties. Dus normaal gesproken krijg je je salaris op je rekening. Dus het gaat een beetje uit gedurende de maand. Maar als er ineens 50.000 euro binnenkomt, nou, dan wordt inderdaad wel eventjes navraag gedaan. Maar daar kan het ook zomaar zijn dus dat wellicht ook die uitbetaling. Stel je zit bij Kraken of bij Bitonic. Er is een jaar geleden dus de 4.000 euro naar Bitonic gegaan. Komt rond deze tijd 50.000 euro terug. Dat ze deel met elkaar in verband kunnen brengen. En dan is er misschien zelf helemaal niks aan de hand. Maar stel... Ook geen informatie te delen die je niet wil delen. Nee, precies. Maar stel dat het wat gekker is. Hè? Dus die eerste transactie is niet te vinden. En weet ik veel. Maar bedoel, je hebt getrade op Binance. En er komt ineens een 500.000 naar je rekening. Wordt het dan ook geblokkeerd? Of komt er alleen een gesprek van, jongens, hoe zit dit? Leg eens uit. Nee, het echt een gesprek. Dus je moet er inderdaad gewoon uit kunnen leggen hoe je eraan bent gekomen. Dus een van de dingen die ook altijd interessant zijn om uit te leggen, zijn de airdrops die je krijgt op bijvoorbeeld Ethereum. Ja. Dus letterlijk waar die uit de lucht komt vallen. Als je daar met Uniswap airdrop zit, dan is daar al in over te vinden. Maar heb je een of andere shady coin op een of andere Chinese spookstad chain? Nou, ook dat is wel iets wat je met name aannemelijk moet maken. Ja, dus dit is wel goed voor de luisteraars om je dat te realiseren. Kijk, we leven in een land en je... Als Nederlands burger heb je te onderwerpen ook aan de Nederlandse wet. Als je dat niet wil, moet je emigreren naar, weet ik veel, Siberië of zo. En dat betekent dat je ook gewoon ineens je belasting betaalt. En het is dus terecht dat de overheid graag wil weten hoe jij aan dat miljoen bent gekomen. Is dat Colombiaans drugsgeld of heb je dat eerlijk bij elkaar getrade? En dus zorg er ook voor, lieve trader, dat je nu al bijhoudt hoe je vermogen zich opbouwt en wat voor trades er aan de grondslag ligt. Of airdrops, of... Hoe je dat gesprek gaat voeren. Of DeFi, diensten waar je rendement yield ophaalt. Hou dat gewoon bij in een sheetje. En ik denk dat echt niemand zich zorgen maakt als het op een paar honderd euro niet aansluit. Omdat, dan noem eens wat, bij Cryptopia er een keertje wat is verdwenen. Dat is het punt niet. Ga denken omdat de bulk, de hoofdlijn, dat gewoon legitiem is en klopt. En deugd. En dat je dat door de tijd heen kunt aantonen. En dat is een beetje hetzelfde als dat we wel eens zeggen. Zorg dat je op de eerste van het jaar eventjes voor de vermogensbelasting dat noteert. Nou, doe dat dus ook met dit soort dingen. Voor de herkomst van je vermogen. Ja, precies. Dat is ook met mij dat voordat, mocht je vragen krijgen, dat je dan in ieder geval kan aantonen dat inderdaad een legitieme herkomst heeft. Exact. Ja, tof. En dan kunnen we blij zijn dat er zo iemand als Jury in ieder geval ergens achterin, of voorin of bovenin de organisatie, ik weet precies hoe je dat het beste uitdrukt, maar daar ook gewoon kennis deelt. Weet je, dat is super belangrijk.
En niet alleen kennis deelt, maar wat ik ook gewoon super leuk vind, is ja, om ook in de social radio community te zitten, om dus ook te lezen van waar lopen de mensen daar tegenaan. Wat ik ook zei, we zoeken echt actieve dialoog op met crypto dienstverleners. Om te kijken hoe we toch, toch ook samen iets voor elkaar kunnen betekenen. Want nou, wat ik, ook daar zijn er best wel wat mensen die via onze webcam bijvoorbeeld vragen van nee, gaat het een keertje mogelijk worden om Bitcoin bij jullie te kopen? Ja, en wat is er op het antwoord? Het wordt sowieso niet bij voorbaat uitgesloten. Wat ik ook altijd wel leuk vind om te zien. Er zijn heel veel reacties van ga weg met je bank. Een bank moet niks met Bitcoin doen. Maar wat ik ook wel weer een hele interessante vond. Voor mij was dat in een Bitcoin Alpha nieuwsbrief. Had Bart een heel mooi verhaal van Don't Be Your Own Bank. En ik denk dat dat heel goed aangeeft dat er ook echt wel goede redenen zijn om wel een bank iets met cryptovaluta te laten doen. Zeker, ja. Het is mijn persoonlijke visie dat dat wel ook gaat gebeuren. Dat je eigenlijk als het echt als vermogensbestanddeel ziet en daartegen wil lenen bijvoorbeeld, of betaling aan wil koppelen. Nu zeg je, je wilt toch alleen maar sparen. Ja, maar goed, als jij 90% van je net worth in Bitcoin hebt, dan wil je het ook uitgeven. Je moet ook brood kopen. Dus ik zie dat zeker. Ik wilde nog wat vragen. Je had het net over verbindingen zoeken met de crypto dienstverleners. Die moeten natuurlijk ook al de herkomst van het vermogen toetsen. He, dus als ik mijn geld overmaak naar Bitfavo of naar Amdax, dan moeten zij ook kijken van waar komt dat vandaan. Zou daar een lijntje kunnen ontstaan? Dat jij gewoon, stel dat ik het van Amdax naar Rabobankrekening overboek, dat jij zegt, dat komt van Amdax, beleef Amdax op, weet je, meneer Slachter, heb ik wat van gekregen. Hoe zit het met die herkomst? De customer doet dit due diligence die wij hebben gedaan, dat deugt allemaal, jury, het is oké. Okay. Zou zoiets kunnen gaan ontstaan? Ja, ik zou het inderdaad heel logisch vinden, want hoe het nu lijkt te moeten, dat wij eigenlijk moeten doen aan KYCC. Wij moeten de klant van de klant eigenlijk kennen. Ja. En ik denk dat daar op dit moment, zoals het nu is ingericht, heel veel dingen gedwongen dubbel worden gedaan. En ik denk ook dat het goed is om daar samen te kijken. Er zijn denk ik een paar partijen die een groot deel van de dienstverleners ook zo gebruiken om dan te denk aan Cyphertrace en chain analysis. Ik denk dat daar zeker wel aan samenwerking mogelijk zou moeten zijn. Dus dat is ook wel, dat zijn inderdaad wel mogelijkheden die wij actief verkennen. Cool. Nou, ja, tof. Ik vind het leuk. Ik vind het ook leuk om dit, het is waardevol informatie ook voor onze luisteraars. Jongen. En ik vind het knap hoe Jury zich hier doorheen vecht. Jury, bedankt. Jij bent toe, denk ik, aan een biertje. wij spreken elkaar ongetwijfeld weer snel. Ik vond het tof dat je even in de uitzending kwam, een toelichting wilde geven. Dat was hem, denk ik, wat betreft Rabo. Zeker. Hey, Julie, we spreken elkaar weer. Yes, jullie ook bedankt. En succes nog met de rest van de aflevering. Yes, cool. Hoi. Dank je. Cool. Ja, dat zijn van die dingen. Je kunt met het bericht zelf natuurlijk, daar vinden we allemaal wat van. En daar vindt Jury misschien zelf wat van. En dat snap ik ook. De rouwpet op, dan hou je het eigenlijk bij de feiten. En die zijn gewoon in Nederland gewoon ook op heel veel punten gewoon niet mooi. Dat is het. Maar goed, daarover hebben we genoeg gezegd. We gaan even naar het volgende. Bitcoin Core 22 is uit. Dus dat is een nieuwe major versie van de Bitcoin, de belangrijkste Bitcoin software. Ja, dus de node die draait, hè? De Bitcoin full node, zeg maar. Precies. En even drie wijzigingen uit te lichten. Drie belangrijkste zijn de volgende. Eén, dat is ondersteuning voor hardware wallets. Die werden al ondersteund, maar nu is het ook wat makkelijker gemaakt. Het zit in de user interfaces, in wat je ziet op je scherm. En dan kan je werken met die wallet en bijvoorbeeld met je Ledger, je Trezor of je Cold Card. Er is ook ondersteuning voor I2P ingebouwd. En dat staat voor Invisible Internet Protocol. En dat is eigenlijk kan je zien als als het broertje van Tor. Die zijn technisch anders, hebben hetzelfde doel, namelijk om je privacy te beschermen. Meer nog dan wat je zelf zou
kunnen zonder het gebruik, obviously. En het is gewoon een extra optie. Dus stel je hebt slechte ervaringen met Tor of je vindt I2P interessanter, dan kan je dat inschakelen. En het andere, niet onbelangrijk, is dat de ondersteuning voor Taproot is ingebouwd. En dat is de grote upgrade waar we het regelmatig over hebben gehad. Die in november geactiveerd wordt. Het signalen is een tijdje geleden afgerond. En er was een grote meerderheid voor de activatie van die upgrade. Nou, in november wordt die geactiveerd. Het is wel nog heel bazaal. Dus er worden nu het genereren van Taproot outputs of adressen wordt ondersteund. De wat complexere features, ja, die komen later. Dus dat over Bitcoin Core 22. Als je die wallet gebruikt, kun je upgraden. Als je node draait, upgraden, lijkt me verstandig. Het volgende. Ik hoorde, dus even iets kort, vond ik wel leuk. Cathie Wood, die is altijd zo bullish. Ik dacht, we halen gewoon haar bullishness even de show in. Als het goed is, hebben we wat klaarstaan daarvoor, Bert? Is het waar? Hebben we wat klaarstaan? Ik heb er wat klaarstaan, maar ik heb meer dan één ding klaarstaan. Dus het is nu nog iets te ambigu. Vertel, welke van de twee wil je horen? Oké, ik wil eerst even haar prijsverwachting. En dat is dan denk ik deze. If we're right and companies continue to diversify their cash into something like Bitcoin... And institutional investors start allocating 5% of their funds towards, I'll just say Bitcoin for right now, because we did that, we framed it for Bitcoin, could be for other cryptos as well. We believe that the price will be tenfold of where it is today. So instead of 45,000, over 500,000. Is toch. Cathie Wood is natuurlijk wel gewoon een. Dat is een figuur van statuur. En die is wel vaker bullish over de Bitcoin-prijs. Maar dit was recent. Dit is recent. Dus dit was. Er is heel kort geleden, denk ik. 45.000. Er is een conferentie geweest. Ik denk gisteren, eergisteren, dat zij op het podium zat. Ik weet niet precies hoe die conferentie heet. Cent of zo? En daar spraken ze over van alles. Over haar investeringen, wat ze verwacht enzovoorts. Maar ook over de bitcoinprijs. Dus $500,000 of meer is wat zij verwacht. Als bedrijven, financiële instellingen hun cash aan het werk gaan zetten. En gaan diversificeren. En daar zit natuurlijk haar verwachting achter dat dat gaat gebeuren. En dat heeft weer te maken met de macro-economische context. En, en de bescherming van je vermogen enzovoort. Ze zei ook nog wat over regulators. En vond ik ook wel leuk om even te laten horen. These cryptocurrencies, specifically Bitcoin, will work. Zo lang, anderhalve minuut. Yes. I think regulators, our working assumption from the beginning was that... And this was based on meeting with them, meeting regulators, both state and local and federal, was that no regulator wanted to be blamed from preventing the next big technology breakthrough to happen in the U.S. And that has proven true. En dit vond ik in de context van het hele touwtrekken tussen Coinbase en de SEC ook nog wel relevant om even te laten horen. Dus de Cathie Wood die spreekt naar eigen zeggen regelmatig met toezichthouders en de regulators waar ze het over heeft. En kennelijk is de status quo nu zo in de VS dat geen van hen de mogelijke technologische innovatie die ten grondslag ligt aan zoiets als Bitcoin, ze heeft het later ook over Ether, dat ze die niet in de kiem willen smoren, ze dat niet dwars willen zitten. Nou, en dat is natuurlijk wel wat je ook als markt wil horen. Je wil als financiële instelling dit soort bevestiging krijgen. Van oké, waar ik in investeer, is dat wel of niet blijvend? Hoe ziet de toekomst daar dan van uit? Uit de eerste hand, eigenlijk de tweede, Cathie Wood heeft die gesprekken, die vertelt dus vanuit de toezichthouders gaan dat niet dwars zitten, die innovatie. Waarmee ze ook weer een klein beetje scheiding maakt tussen Bitcoin en de rest van de markt natuurlijk. Dat zie je ook in de opstelling van Gary Gensler, dat is de SEC-voorzitter in de VS, die ook diezelfde scheiding toepast eigenlijk. Maar goed, vond ik
Interessant, leuk om even te laten horen. En hebben jullie Katie Wood's stem ook weer een keertje gehoord? Ja, dus even voor de luisteraars. Katie Woods is de CEO van ARK Invest. En dat is dus niet een van de crypto-bedrijfje. Dat is een investeringsmaatschappij die allerlei ETF's onder zich heeft, die gericht is op technologie. Dus van autonomous vehicles en AI tot DNA sequencing en 3D-printing en robotica, ja. Robotics. En dus ook cryptovaluta. Dat zien zij eigenlijk als onderdeel. Ze zien dat als een van de puzzelstukken van de grote technologische, exponentieel groeiende, ontwrichtende technologieën die in de komende 10 jaar allemaal bij elkaar komen en nou ja, enzovoort. En die fondsen zijn enorm geworden. Ze zijn ook wel, zij is toch wel een beetje de koningin van de techfondsen geworden. En het was ook van de week een aflevering van de podcast Bankless, waar zij het gast was samen met Chris Burnisk. Hij was vroeger de blockchain lead bij ARK Invest. En met Yassine Elmanjara. En hij is nu analist. En hij is een van die mensen die meegeschreven heeft aan dat rapport van ARK Invest. Samen met Square, geloof ik. En nog eentje over Bitcoin's energieverbruik. Dus hij is echt de analist daar. Interessante podcast. En daar gaat zij ook een beetje in op waar Peter nu over gehad heeft. Dus wat meer achtergrond nog daarover. Over hoe ze daarnaar kijkt. En hoe ze met die regulators praten ook. Ja. En dat is inderdaad heel bullish. In de zin van lange termijn signaal. Dat men het wel gewoon echt wil. Dus ja. Cool. Ja. Volgende dingetje. Ja, ik zag iets langskomen over het aantal Bitcoin nodes in Duitsland. Die zou hoger zijn dan het aantal in de Verenigde Staten. Dat was op het moment van rapporteren 1833 versus 1821. En toen dacht ik, oké, ik open even de top 10 in de statistiekjes. En toen zag ik, oh, de VS heeft Duitsland weer ingehaald. Die is namelijk weer gezakt naar 1797. En dan luidt de top 10 als volgt. VS, Duitsland, Frankrijk, Nederland. Dan zitten we op 390. Dus die daling gaat best snel. Canada, Verenigd Koninkrijk, Rusland, Finland, China, Singapore. En later dacht ik van ja, leuk, die absolute aantallen, maar hoeveel Bitcoin-nodes hebben we nou per capita, dus per 100.000 inwoners? Dus toen ben ik even diezelfde top 10 gewoon. Maar dit, als je dit optelt, is het heel weinig eigenlijk. Het zijn full nodes. Full nodes, ja. Dus maar dat zijn de zichtbare full nodes dan, denk ik. Tuurlijk. Dus er zijn hier allerlei kanttekeningen bij. Ja, gemaakt. Dus okay, de Tor nodes en zo. Okay. Zie je. Dus maar even van deze cijfers uitgaan. Dus per capita staat Finland op nummer 1 met 3,36 Bitcoin node. Per 100.000 inwoners. En Nederland op nummer 2 met 2,23. Daar komt Singapore achteraan, dan Duitsland, Frankrijk, Canada. En dan vinden we daar pas de VS. En dan komt Verenigd Koninkrijk, Rusland en China met 0,01 bitcoin-node per 100.000 zichtbaar inwoners. Zichtbaar. Want de Chinezen zichtbaar. Moeten zich natuurlijk veel beter Tuurlijk. Afschermen. Maar goed, dat vond ik wel geinig. Ja. Dus, grappig. Ik wilde toch ook nog heel even kort bij de radaruitzending stilstaan. Oh jee. Ja. Ja, het is Radar, het is Avrotros, VPRO, nou, geen idee. Maar Radar ging ook over plastuiten, maar ook over Bitcoin en crypto. En eigenlijk in de kern van het verhaal ging het erom dat ze wilden waarschuwen over de praktijken die in deze markt plaatsvinden. En dat liet ze zien eigenlijk analoog aan het maken van een eigen cryptomunt. Dus ze hadden een Radarmunt gemaakt. En op zichzelf vind ik het hartstikke goed dat daar aandacht voor is. Later, dus na een aantal items, samen met de presentatrice zat Mahir Alkaya van de SP. Nou, die kennen we de meeste mensen wel in dit wereldje. Want dat is toch wel dat is de Nederlandse politicus die eigenlijk het meeste zegt en vindt van Bitcoin en van crypto als domein. En die zat samen met Paul Koster. Die is volgens mij, dat is de voorzitter of de directeur van de Vereniging van Nederlandse Effectenbezitters of zo, VEB. Ja, en die had ook wat te melden erover. En ik heb even een heel klein stukje uitgeknipt ervan. Oh, dan gaan we die er even in stoppen. Bij mij aan tafel, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters, Paul Koster. En Tweede Kamerlid voor de SP, Mahir Alkaya. Welkom. Dank. Meneer Koster, het cryptolandschap wordt hier vergeleken met het Wilde Westen. Een eigen munt maken en dan pumpen en dumpen. Mag dat zomaar? Ja, jammer genoeg is dit een markt waar de regels nog niet zijn geschreven.
zoals je in de financiële markten wel hebt. En dat betekent dat iedereen, ook in het licht van de vrijheid van meningsuiting, allerlei dingen kan initiëren, waaronder ook het promoten van een coin. Ja. En gaan zeggen dat het geweldig is en dan, wat u net liet zien, het verkopen en daar het voordeel van halen. Ja. Is de consument dan helemaal niet beschermd tegen deze ontwikkelingen? Kijk, de consument heeft altijd bescherming. Al is het maar basale consumentenbescherming van de autoriteit, consument en markt. Maar in dit geval is het ook heel duidelijk dat het hier gaat om een financieel product. Ja. Heel veel mensen worden... Ja, dus maar hier maakt hij een goede opmerking door te eigenlijk te vertellen van er is wel degelijk toezicht. Want waar Paul Koster eigenlijk, dat springt er dan zo uit eigenlijk. Dat is zo'n verhaallijn die vaak de ronde gaat. Hè, want er is nul toezicht op deze markt. En ja, Boomer Koster, ja, die brengt dat zeg maar als informatie in. Ja, en daar gaat mijn tenen toch altijd een beetje krom van staan. Had jij hetzelfde? Nou, mijn tenen zijn niet meer recht te krijgen. Ik vind het echt verschrikkelijk. Maar ook alleen de manier waarop. Hè. Ja, dan kunnen ze dus gewoon pump en zeggen, ja, zo zit dat, weet je wel. Ja, echt kappen nou. Maar het punt is namelijk, het is gewoon niet waar. Nee, ja, het is gewoon niet waar. Het is gewoon kolder. Het is Paul Kolder. Nee, maar, hè, dus, maar dat vind ik dan zo typisch. Het is wat qua rapportage in het medialandschap afgelopen jaar echt veel beter geworden. Maar het is nog steeds, ik vind het jammer, dat ja, figuren zoals Paul Koster dan gevraagd worden om commentaar te gaan geven op over een domein waar ze overduidelijk nul kaas van gegeten hebben. Of wel kaas van gegeten hebben, maar daar bewust bij zitten om andere belangen te dienen en te behartigen en te verdedigen. Of om bewust het verhaal op een manier te spinnen. Om een bepaald signaal af te geven. Want ja, weet je. Ja, maar zijn invalshoek werd ook gewoon heel duidelijk. Want hij zei later: kon hij het ook niet nalaten om nog even zijn commentaar te geven op Bitcoin. Ja, Bitcoin is niks waard. Bitcoin is uiteraard niks waard. Zoiets zei hij. Of natuurlijk of zo. Ja. Weet je wel, op zo'n manier dat je denkt. En dan. En ja. Dat was toch het smetje op best een prima aflevering van Radar. Ik snap het ook niet. En dan heb je. Ga je een uitzending maken over elektrische auto's. En dan vraag je iemand die gespecialiseerd is in de verbrandingsmotor. Om daar commentaar op te leveren. Ja. Kijk, en het is niet dat we kritiek niet willen of zo. Integendeel. Ik bedoel, zeg maar, we hebben een boek geschreven, er staan allerlei kritieken in, weet je. Alleen, dit is gewoon zo onoprecht. En als het niet onoprecht is, is het gewoon onkunde. En dat is jammer. Dus ja, ik hoop dat er ook gewoon, ja, misschien dat er journalisten luisteren, of media, of redactie, weet ik wat. Jongens, denk nou even goed na van wie gaat. Dit zit in dezelfde categorie voor mij als die aflevering waar Bart was uitgenodigd. En dan zat hij tegenover die Peter de Waard. Ja. En dan ja, was de gedachte, we vragen er een neutrale derde bij en dan nemen we een oud centraal bankier. Ja, echt, als je dat is. Ja, weet je, ja, ik weet niet eens maar wat daarover, maar dat... Wat ik vooral, kijk, dat iemand zijn mening komt geven, dat mag op zich natuurlijk. Dan alleen voor een mening kan je je afvragen waarom je bij Radar aanschuift. Maar dat iemand gevraagd wordt om te reflecteren op de juridische kant van de zaak, hè, dat was het nu, hè, hoe zit het dan met toezicht? Klopt. En dan gewoon met onzin komt, dat is lastig. En het punt is dat we en ik... Ik heb het hierbij ook over mezelf. Ik zie mezelf dan ook even als journalist. Ik heb dat ook niet goed paraat. Hoe het nou precies zit. Hoe zit het nou met dat toezicht? En nou, het advies daarvoor aan mijzelf en andere journalisten en redacties en jullie allemaal is, luister dan even die aflevering van de Cryptocast, waar we het nu al vier keer over gehad hebben, met Simon. Want hij legt het daarin gewoon uit. Hij zegt, je hebt de WFT, de Wet Financieel Toezicht. En daar zit artikel 3.5 in. En daarin staat gewoon dat je dit wel kunt handhaven. Hoe dit werkt en op basis waarvan. En we zouden eigenlijk een soort van Nederlandse toezicht cheat sheet moeten maken. Zodat dat alle redactiejournalisten en wij ook gewoon weten, gewoon de vraag kunnen stellen. Ja, maar kijk, hier staat in de WFT staat dit. Hoe zit dat dan? Waarom zeg je dan dat je niks kunt? Weet je wel? Als het oplichterij is, dan is het gewoon strafbaar. Ja. Weet je hebt strafrecht, je hebt WFT, je kunt allerlei manieren kun je er iets mee doen. Maar zo iemand als Koster, die zit daar gewoon met een soort langspeelplaat, maar er zit één track op.
Want Mahir Alkaya, die maakte gewoon prima argumenten. Die zette er tegenover. En die maakte het nog enigszins recht wat krom werd geluld. Maar het is ook niet dat hij daar dan op ingaat of zo. Of ze on the fly zijn mening aanpast. Maar goed, dat moet je misschien ook helemaal niet verwachten. Enfin, dit was even onze rant. Op een uitzending waarvan ik de gesten wel goed vind. Namelijk ook gewoon even het volk waarschuwen tegen... gedachteloos geld tegen dingen aansmijten. En of dat nou cryptomunten zijn of andere dingen. In dit geval ging het om cryptomunten. Bert, ik heb geen timer aanstaan, maar ik heb het gevoel dat we uurtje, drie kwartier bezig zijn. 1 uur, 3 kwartier. Ja. Ik wil het eigenlijk nog wel even over Evergrande. Evergrande. Het is een Chinees bedrijf. Dus Evergrande, is dat dan in Chinees? Ja, als ik dat geprobeerd heb, wordt het al heel snel fout. Ja, dat moet je niet doen. Nee, op de Bloomberg achter zeggen ze net Evergrande, dus dat zal het wel wezen. Ja, zullen we daar gewoon... Lijkt me goed. Voor mij is dat eigenlijk wel een van de belangrijkste onderwerpen om het nu met elkaar over te hebben. Precies. Het had eigenlijk niet naar 1 uur 43 moeten, maar naar 1 minuut 43, denk ik dan. Hè. Maar dat is dan mijn deformatie. Het is gewoon live redactieoverleg, denk ik. Ja, alleen iets te laat, jongen. Nee, dat is gewoon een verschil van hoe je ernaar kijkt. Maar op 15 september 2008... Ja, het is vandaag 15 september 2020, dus dat is precies 12 jaar geleden. Nee, 2021. 21, moet je nagaan. 13 jaar geleden. Toen vroeg het bedrijf Lehman Brothers surseance van betaling aan. Chapter 11 was het dan in Amerika. Dus dat is ook later Lehman Day gedoopt. En het is wel heel... poëtisch, dat dan precies vandaag, 15 september 2021, in China het bedrijf Evergrande op omvallen staat, zoals het dan genoemd wordt. Maar is dat belang? Is het een groot bedrijf? Ja, dat was de volgende zin. Namelijk 250 miljard euro hebben zij, 250 miljard euro, 300 miljard dollar aan schuld. Dus, en dan hebben ze ook nog... iets van 200 miljard aan bezittingen. Dus één bedrijf. Dus de orde grootte van de financiële bezittingen daar is in dezelfde orde grootte als Lehman Brothers destijds. Dat ging toen om, ik geloof, 600 miljard dollar, Lehman Brothers. En dit gaat dus over 500 of andersom. In ieder geval zelf 500, 600 miljard. Ik denk dat hoger dan de Nederlandse staatsschuld was een jaar geleden. Ja, want we zijn natuurlijk nu 80, 90 miljard omhoog gegaan. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, dat denk ik wel volgens mij. Maar de grote? Ja, dat klopt hoor. Want we zitten volgens mij nu op 60% van ons GDP. En GDP is iets van 800 miljard. Dus dat zou heel goed kunnen. Ja, dat is enorm. Het zijn enorme bedragen. En die schuld die Evergrande heeft... Kijk, Evergrande is een vastgoed... club. Zij bouwen huizen. Ze hebben in totaal 1300 projecten in 280 steden. Dat is in ieder geval de herkomst van het bedrijf. Hè. Dus ze zitten in de vastgoed projectontwikkeling. Beetje die hoek. Tegenwoordig hebben ze ook allerlei andere dochterondernemingen. Ik geloof elektrische auto's maken ze. En omdat het kan. I don't know. Weet je, volgens mij was het Samsung of nee. Een of andere Zuid-Koreaanse elektronica boer die maakte auto's, computerchips en satellieten. En graafmachines. Alles. Misschien in ieder geval zit overal een chip in of zo. Maar die vastgoed niet. Maar is het dan een soort Chinese staatsbedrijf of zo? Nee, het is gewoon een commercieel bedrijf. Daar gewoon ze hebben ook een beurskoers. En die beurskoers, waar we het daar toch even over hebben, die is het aandeel, de waarde van het aandeel was afgelopen jaar zo'n beetje $20. Is nu naar $3. Ai. 2,80 zag ik vanmiddag. Dus dat reflecteert eigenlijk al de problematiek. Nou, ze hebben dus heel veel geleend om te investeren in die projecten. Dus ze bouwen dan huizen en die moeten ze laten verkopen. Dus dat zit tijd tussen. En dat geld hebben ze opgehaald en ze kunnen dus nu de rente niet meer betalen. Dus want, is niet want, zo. Want de projecten worden te langzaam verkocht of wat ze bouwen worden. Zeg maar ik heb niet goed kunnen achterhalen wat nou de officiële oorzaak is van. Dat het problematisch is geworden. Want ze hebben hun obligaties uitgeven. Dat zijn junk bonds. Dat waren het altijd al. Dus dat betekent eigenlijk
bedrijfsleningen met een, waar je hele hoge rentevergoeding voor krijgt. En zij betalen dus hele hoge rente. Omdat, omdat ze niet heel kredietwaardig zijn, zeg maar. Ja, okay. Dus dat was altijd al zo. Dus daar is op zich niks geks aan, mee aan de hand. Maar er is dus, zijn dus dingen gebeurd in de structuur van hun business. Misschien wel inderdaad dat projecten langer hebben stilgelegen. Huizenprijzen die zijn gedaald in de tussentijd. Huizenprijzen zijn gedaald. Dat soort dingen. Misschien wel financierings... omstandigheden die lastig zijn geworden. Dat ze ook weer nieuwe leningen moeten afsluiten om de huidige te kunnen aflossen. Ja, allemaal dat soort dingen. Er zijn dingen blijkbaar gebeurd. Overigens is het niet alleen maar dit bedrijf die het zwaar heeft. Als je kijkt naar heel veel andere projectontwikkelaars die ook beursgenoteerd zijn in China, die laten allemaal een dalende curve zien. To the right en naar beneden toe. Hè, zo. Dus het gaat in die hele vastgoedmarkt niet best. Maar het is een hele grote. Ze bezitten 2% van alle Chinese vastgoed. Nou, als je het stelt dat je dan een beetje proportioneel doet. Hè, China 1,4 miljard mensen. Nederland 16 miljoen mensen. 2% van 1,4 miljard mensen is 28 miljoen mensen. Dus ze bezitten zeg maar al het Nederlands vastgoed. Zo zou je het een beetje kunnen zien. Grofweg. Hè? Ja, voor het beeld. In China wonen. Ja, China bevat, dat is een beetje een rare term, 658.451.747 huishoudens. Dus moet je nagaan. Dat is groot, ja. Dus zoveel huizen. Nou, dus ze hebben... veel vastgoed, ze hebben veel projecten en ze kunnen nu de rente niet meer betalen. En aanstaande maandag zou die de volgende rentebetaling zijn op de obligaties. En vandaag hebben ze officieel bekendgemaakt, dat zat al een tijdje aan te komen, maar dat ze dat niet gaan doen, dat ze het niet kunnen. Kredietbeoordelaar Fitch die waarschuwde al eerder dat een bankroet van Evergrande veel meer Chinese bedrijven en zelfs hele sectoren kan raken. Dus dat is de reden dat het ook op de radar kwam overal. En het is niet alleen maar dit bedrijf. En dan zou je nog kunnen zeggen, ja, weet je, jammer voor de aandeelhouders, jammer voor één of twee grote kredietverstrekkers en dan is het daarmee afgedaan. Maar dit bedrijf heeft zijn tentakels in heel China. Weet je, zijn allerlei banken, zijn allerlei andere partijen die leningen bezitten, hè, en die dus nu gedupeerd raken. Maar ook buitenlandse partijen, ook wereldwijd, Australië, Canada, Amerika, Europa, waar banken of partijen deze junkbonds bezitten. Dus en er zijn natuurlijk allemaal mensen die hun huis niet opgeleverd krijgen. Er zijn allerlei aannemers en leveranciers die nu hun geld niet gaan krijgen. Dus dit raakt zo ontzettend veel. He, en de hele sectoren, zegt Fitch, ja, ik kan me zo voorstellen dat de hele vastgoedsector, de hele projectontwikkelingssector natuurlijk toch een soort van wordt meegesleept. Dus, maar ja, hebben al die geldschieters dan dat geld voorgeschoten waar ze zelf van afhankelijk zijn? Weet ik niet, maar een bond is gewoon, alsof je een staatsobligatie, maar dan een bedrijfsobligatie. Ja, oké, maar dus als je leent geld uit aan een bedrijf. Kijk, dat domino-effect, dat suggereert dus dat andere bedrijven ook omvallen als dit bedrijf omvalt. Ja, kijk, het punt is een beetje, vroeger, hè, als je geld uitleende, dan was de rente die je daarover kreeg een hele realistische weerspiegeling van het risico wat je loopt. Hè, dus als je, laten we zeggen, even zeggen dat je 12% rente krijgt. En de risk-free rate is 2%. Hè? Dus als je geen risico loopt, Amerikaanse staatsobligaties koopt, krijg je 2%. Dan is dus van die 12% 10% het risico specifiek aan die lening. Hè, de 10% rente zou je kunnen zeggen, nou, dat is een kans van 1 op 10 dat je dat bedrijf failliet gaat. En dus je ziet dan in de rente een vergoeding. Voor de kosten van het geld op zichzelf. Er zit vaak een soort inflatieverwachting in. En een component is het risico dat je geld niet terugkrijgt. Dat de club failliet gaat. Dus normaal gesproken, vroeger, als je dan een bedrijf ziet van, nou, weet je, dat ziet er niet heel denderend uit, dan wil je er heel veel rente voor hebben. Maar ja, tegenwoordig, junkbonds, 4% rente. Dan doe je het goed, weet je wel. Dus die rente die je krijgt, die weerspiegelt helemaal niet meer het echte risico. Alleen iedereen die denkt, ja, wat er ook gebeurt, de overheid of de centrale banken die springen toch wel in. Het komt toch wel goed. Ja, en dat is dus nu de vraag. De grote vraag die nu voor ligt is, gaat de Chinese overheid
dit nu redden of niet? Gaat het nou echt gebeuren dat deze tent failliet gaat en iedereen meesleurt en er een complete catastrofale crisis ontstaat? Of zegt de Chinese overheid, nee, dit fixen we wel even. We nationaliseren de tent, een bail-out, hoe je het wil noemen. Dus dat is eigenlijk de vraag die men elkaar nu stelt. Die ligt nu voor ons. Ja, precies. Ja, dat ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ik zie, ik heb me hier dus nog niet heel diep op ingelezen, maar ik heb wel allerlei berichten zien langskomen, volgens mij een uur geleden nog, van Reuters. Dus dit dringt nu ook wel best wel diep door tot in onze media. Maar waar ik net aan dacht, hè, stel ik leen jou een ton uit met geld dat ik heb en het blijkt dat jij het niet kan terugbetalen, ja, dan is dat vervelend voor me. Dat is het risico dat ik liep, maar daar gaat niemand van failliet. Het probleem is als ik geld kan uitlenen wat ik zelf eigenlijk ook niet heb. Dus dat ik op basis van fracties wat ik in bezit heb een lening kan geven. En als ik die dan niet terugkrijg, dat ik op papier eigenlijk ook failliet ga. Ja, maar als jij een ton uitleent waarmee je denkt van wat die je nodig had voor je pensioen. Alleen ja, je gaat pas over de. Ik bedoel, je bent een jonge god, dus je gaat pas over 30 jaar met pensioen. Dus je denkt, ik moet tot aan mijn pensioen moet ik een beetje rendement maken. Want ik wil de koopkracht van mijn pensioen bewaren. Dus je leent die ton uit. En dan krijg je daar rente voor. Zodat die ton langzaam groeit naar 2, naar 3 ton. Zodat je er tegen die tijd dat je met pensioen gaat evenveel voor kan kopen als nu. En dan is die ton ineens weg. Ja, maar dan heb je het wel met je eigen geld gedaan. Toch is het wel een probleem. Maar als. In die situatie zou je waarschijnlijk die ton niet uitlenen. Het punt is. Zeg maar, geld dat gebeurt dus wel. Ja, maar dat is het onderliggende probleem. Dus dat leningen worden afgesloten, dat schulden kunnen worden gemaakt zonder dat daar daadwerkelijk. En dat fractioneel bankieren. Het gaat niet over fractioneel bankieren. Het gaat erover dat mensen bezittingen op de balans hebben staan, namelijk geld wat ze hebben uitgeleend, en dat ze dat moeten gaan wegstrepen. Dus stel dat je als pensioenfonds moet je geld beheren, dus je hebt 100 miljoen en daarvan koop je junkbonds en dan maak je rendement en op een gegeven moment krijg je ook de hoofdsom weer terug. Alleen nu gaan ze het niet meer terugbetalen, nu moet je dat wegstrepen. Dus dan heb je ineens een gat in je balans. Dat is het probleem. Ah ja, tuurlijk, maar als je dat geld had gehad, dan heb je op zichzelf, is dat vervelend, maar dan ga je niet zelf van failliet. Dus dan is er niet een systeemrisico. Dat systeemrisico komt, denk ik ook omdat er financiële instellingen zijn die geld hebben geleend aan dat bedrijf, miljarden dus, op basis van een fractie van wat ze zelf in bezit hebben. En als ze die lening niet terugbetaald krijgen, dat zij op papier daar ook last van hebben. Misschien zodanig dat zij ook failliet gaan. Ja, maar dat komt dus niet omdat ze geld hebben uitgeleend wat ze zelf ook weer hebben geleend. Maar dat komt omdat dan hun balans gewoon, dat daar gewoon een gat in ontstaat. Dat ze dan zelf minder solvabel worden en verzint allemaal. Nou ja, precies. Ja. Ja. Ze zijn gewoon een stukje van hun bezittingen dan kwijt. En ja, en dan is dus nu de grote vraag. Er zijn ook al protesten in China. Dus van allerlei mensen die nog die hun huis niet opgeleverd krijgen of wel betaald, dat je allemaal dat soort dingen. Wat gaat de Chinese overheid doen? En dan moet je ook weten dat dit jaar een jubileumjaar is voor China. Dit is het jaar dat de CCP, de Communistische Partij van China, dat die bestaat 100 jaar. Dus het is echt groot, een groot ding voor ze. En dat is overigens ook een van de takes geweest op die miners die eruit zijn gezet, dat het ook te maken had met die 100 jaar China. Weet je, dan moet alles kloppen in zo'n jaar. En op 29 juni is er ook een grote aftrap geweest van de festiviteiten met vuurwerken, shows, weet ik wat allemaal. Op 1 juli heeft de president een toespraak gehouden. En daarin zei hij, dat is wel aardig, zei hij, vrede, eendracht en harmonie zijn ideeën die de Chinese natie al meer dan 5000 jaar nastreeft en voortzet. Maar dat is hoe ze kijken, hè, naar zichzelf. Stabiliteit, harmonie, dat zijn heel belangrijke waarden. Ja, daar past niet bij dat precies in dat jaar, nog geen 2 maanden later, de hele Chinese economie naar de kloten gaat. Dus alleen al vanuit dat perspectief, de trots, zeg maar, vanuit dat perspectief verwacht ik eigenlijk dat ze iets gaan verzinnen om dit niet te laten escaleren. En dan zullen ze wellicht ook nog voor zorgen dat het pijn vooral gaat zitten bij de buitenlandse bondholders en niet bij de binnenlandse. Zo zijn ze dan misschien ook wel weer. Ja, als dit echt
als dit echt van die orde grootte is die we kennen uit 2008, ja, dat willen ze. Dat zou een enorme klap zijn. Gezichtsverlies van je welste natuurlijk. Precies. Dat is een groot ding, gezichtsverlies. Ja, en zeker nu. Zeg maar, terwijl ze zeg maar, geopolitiek gezien aan macht winnen, zou dat het. Ja, zeg maar, dit komt op heel veel fronten echt niet uit. Klopt. Afgezien van dat het nooit uitkomt natuurlijk. Klopt. En Fitch zei daarover, echte problemen, zo verwacht Fitch, dat citeer ik even uit het Financiële Dagblad, zullen uitblijven, echte problemen zullen uitblijven, tenzij een herstructurering chaotisch verloopt. Maar dat zullen de Chinese autoriteiten voorkomen, verwacht de kredietbeoordelaar. Dus dat is ook take van Fitch. Ja, weet je, we gaan het zien. Dit is zoiets om in de gaten te houden. Ik zag dat iemand daarover zei dat hij het bijzonder vond dat de buitenlandse, de niet-Chinese media hier heel weinig over rapporteren. Ik zit blijkbaar in een bepaalde bubbel, want ik zie het heel veel langskomen op mijn Twitter. En het stond dus ook al in het FD 2 keer gisteren en vandaag. Bloomberg ook. Ja. Dus misschien was dat een oude, of een ja, weet het niet. Maar hou het in de gaten, want dit kan. Het is misschien niet op het NOS-journaal of zo, weet je. Dus er zijn wat specialistischere media misschien die daarover rapporteren. Ja, dus misschien dat het hier pas komt als er echt dingen. Echt stront aan de knikker is. Ja, en dan is nog de vraag, wat is de relatie met Bitcoin? Nou ja, twee kanten kan je erop denken. Ene kant is, hier zal heel veel geld geprint moeten worden om dit op te lossen. En money printing is nog goed meer. Voor Bitcoin. Nog meer schulden oplossen met schulden. En een andere kant is dat zij ook zijn ook mensen die zeggen, ja, misschien heeft Tether wel ook. Want die heeft namelijk ook corporate bonds in op hun balans. Dat ze dit ook hebben, dat ze daardoor in een probleem komen, dat daardoor Bitcoin een klap krijgt. Dus dat is leuke onzekerheid. Precies. Die vind ik wel vergezocht, zeg maar. Dat is denk alleen gebaseerd op het feit dat er dat zij dat soort papier op de balans hebben staan. Ja, maar het schijnt ook dat in een interview gevraagd is of ze dit hebben en dat ze toen zeiden, ja, dat kunnen we niet bevestigen. Of ontkennen. Ja, precies. Goed, nou ja. Ja. Goed, dat is even een klein beetje fut. Dat kan er wel bij, joh. Ah, oké. Okay. Ja, dus dit was eigenlijk Evergrande. Shamig. Ja, echt, ik vind het echt mindblowing bedragen. En ja, kijk, aan de andere kant, kijk, voor vastgoed ontwikkelen, voor dat soort projecten is het ook niet gek dat er geld geleend wordt. Maar ja. Als ik je dan hoor vertellen over wat ze allemaal daarnaast zijn gaan doen, zeg maar, ja, het is wel een soort imperium geworden. Ze zijn een soort van naast de schoenen gaan lopen. Bizar. Ik ben heel benieuwd hoe dit afloopt. Cool. We kunnen nog iets over inflatie zeggen. We kunnen nog iets over de markt zeggen. Bart die gaat ook nog wat vertellen. Wat zullen wij doen? Ja, we kunnen nog. De markt moeten we maar niet doen. Dat kunnen mensen in de Alfa lezen. Dat, ja, dus als je een uitgebreide marktupdate wil, dan moet je even op Bitcoin Alfa abonneren, bitcoinalfa.nl. En ja, weet je, volgende week hebben we ongetwijfeld weer wat tijd. Wat meer extra tijd. Extra voor, tijd kunnen we dan inruimen, ook weer voor een goede marktupdate in de podcast. Inflatie? Ja, misschien is dat wel even leuk nog. Deze week kwamen de inflatiecijfers in Amerika, die kwamen, werden uitgebracht. 5,3% inflation year on year. Dus dat is ten opzichte van vorig jaar augustus, denk ik. Hè? Dat zijn de inflatiecijfers van augustus. En dan is de vraag die altijd opkomt, welk gedeelte daarvan is transitory? Welk gedeelte is van voorbijgaande aard en welk gedeelte is dat niet. Met voorbijgaande aard moet je niet denken dat het ooit weer omlaag gaat. Hè? Dat niet. Maar dat heeft de inflatie listig. Hè? Dus stel dat je nu zegt van een biertje kost een euro. Daarna wordt die 2 euro. Dan heb je 100% inflatie. En het jaar daarna gaat hij weer terug naar een euro. Dan is die inflatie. Ja, dan heb je dus deflatie gehad. Ja, dan heb je inflatie en deflatie en zit je weer terug op het oude prijspeil. Maar dat is niet wat men bedoelt met transitory. Met transitory bedoelt men dat een biertje gaat van 1 naar 2 euro. En gaat hij de jaar daarna naar 4 euro en dan naar 8 naar 16. Met andere woorden, hou je 100% inflatie of gaat hij daarna weer naar 0%. Dus dan wordt het 1 naar 2 euro en blijft het daar naar 2 euro. Dat is wat transitory betekent. Ja, dus de prijzen stijgen nu en dat krijg je nooit meer terug. Maar daarna stijgen ze niet meer verder. Of niet meer zo hard. Het gaat weer terug naar wat het was. Ja. En nou is de vraag, hebben we nu
transitory inflation, met andere woorden, gaat het straks gewoon weer uit zichzelf terug naar 1-2%? Of blijft het voor altijd hoog? Hè? En dan zijn natuurlijk de echte doemdenkers zeggen, ja, misschien is het wel runaway inflation, met andere woorden, het wordt 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 100 miljard procent en dan gaat de hele wereld naar de kloot. Nou, dat is de vraag. En nou zag ik een aardige thread, en die moet ik dan wel even snel bijpakken, van iemand die had blijkbaar de data onderzocht en die heeft het uitgesplitst voor zeg maar heel lang terug, van 2017 al, per maand naar welk gedeelte van die CPI is te relateren aan componenten die te maken hebben met het reopenen van de economie, het heropenen van de economie. Welke hebben daar niet mee te maken? Dus bij heropenen kun je denken aan food away from home. Hè? Dus dat is eten in een restaurantje. Used cars and trucks. Lodging away from home. Dus dat is vakantiehuisjes, dat soort dingen. Hotels, motels. Car and truck rentals, motor vehicle insurance. Ja, de dingen die je niet deed toen iedereen thuis precies. Zat. Dat zo heeft hij dat opgesplitst. En energy. He, dus dat is alles wat te maken heeft met energie, stroom, brandstof, benzine, weet je, al die zaken. Zo heb je dat uitgesplitst. Nou, dan zie je dus dat de component, non-reopening components, dat die al sinds 2017 ongeveer grofweg even groot is. Ongeveer een procentje of twee. En dan zie je reopening stukje, dat is natuurlijk tot aan corona heel stabiel. Dan gaat dat naar negatief toe. Dus min zoveel. En dan gaat het nu naar positief toe. En daardoor daalde eerst inflatie. Omdat nou ja, die lockdown componenten die doen eerst op min 0,7 en die gaan nu naar plus. En dat ging er toen af en komt er nu bij. Dat is één effect. En het tweede effect is, en dit effect is nog veel groter, is dat tijdens de coronacrisis was de energiecomponent ook heel erg negatief. Min 2%. En die is nu heel erg positief. Dus een groot gedeelte van wat nu ten opzichte van een jaar geleden dus weegt, is de olieprijs eigenlijk. En als je gaat kijken naar de olieprijs, die had ik er ook even bij gepakt, die US oil, die zit al jaren, en dan praat ik 2015, 16, 17, 18, 19, zo rond tussen de $60-70 per vat. En die, nou ja, dat weten we nog wel, in 2020 kelderde dat naar een nul is. Ja, $20. Negatief, heel even negatief. Ja. Zeg maar, het heeft de hele tijd rond de $20 gestaan en dan de tweede helft van het jaar $40 en het is nu weer terug op 72. Dus die olieprijs is naar 3-4 keer zo hoog geworden. Dus energie, olie, transport, ja, dat zie je nu heel erg in die jaar-op-jaar cijfers, omdat het ten opzichte van vorig jaar nu heel veel duurder is. Maar stel dat het nu op $72 blijft, dan verdwijnt het op een gegeven moment, die hele energiecomponent verdwijnt weer uit de inflatie. Die loopt weer gewoon naar nul, want als het dan is dat year-on-year nul, als het $72 blijft. En die reopening components, ja, die zullen wellicht ook af gaan nemen. Ik bedoel, mensen halen misschien een paar keer vakantie in. Maar op een gegeven moment is de koek ook wel weer op. En die used cars, ja, die auto's, ja, natuurlijk zit daar iets. Er is iets met die auto's, ook met die chips te maken en zo. Maar dat zijn logistieke vraagstukken. Dus je zou zeggen dat het ook weer normaliseert. Wat blijft er dan over? De rest. Ja, en dat is nu maar 2,1%. Dus het verhaal, het is transitory, is wel te onderbouwen. En dat is niet wat je hoort. Hè, veel mensen die zich nu heel erg opwinden over die inflatie zeggen allemaal wel van ja, kijk maar naar het vlees wat duurder wordt. Kijk maar naar dit, kijk maar naar dat. Dat gaat heel veel pijn doen. En ik geloof ook dat dat waar is. Hè. Er zijn best wel wat categorieën die ook heel, heel hoog zitten en heel veel pijn doen. Ik zag Charlie Bilello, die twitterde wat over ten opzichte van vorig jaar. Gasoline 42% duurder. Dan hebben we die brandstof. Used cars 32%. Maar kleding ook plus 4,2%. En food at home ook plus 3%. Minder dan mensen voorspiegelen, want het is allemaal vreselijk, shrinkflation. Maar blijkbaar is het ook maar plus 3%. Maar goed, het is wel meer dan 2. Dus het valt nog te bezien. Maar ik denk wel, het komende jaar gaan we wel veel merken van die elektriciteitsprijzen. En dat zie je ook nu langskomen in Europa. Dat de
de kosten voor elektriciteit in Duitsland, zag ik langskomen, en UK ook, echt bizar omhoog gaan. Dat is echt een hockeystick. Daar word je helemaal eng van. Waar ligt dat dan aan? Even kijken hoor. To put into perspective. 2010 tot 2020 gemiddeld 45 pond per megawattuur. Mm-hmm. En dus als je dat door duizend deelt, dus dit is waarschijnlijk de wholesale prijzen, is dat dus 4,5 penny per kilowattuur. En nu 354 pond. Zo. Dus dat is 700% duurder. Gewoon op de energie exchange in Engeland. Ah, dat is bizar. In Duitsland hetzelfde. Zie je dat ook op die manier oplopen. Dus ik denk, wat je kunt verwachten voor die inflatie, is dat we de komende tijd echt nog wel wat pijn gaan zien, die dus ook voortkomt uit energieprijzen, uit allerlei logistieke shit. Ik bedoel, die containerprijzen zijn ook nog bizar. Ja. Uit reopenings, misschien straks ook weer de andere kant op, omdat de Delta-variant toch weer ergens pijn doet. Maar of nou de lange termijn trend komende tig jaar daadwerkelijk is dat die inflatie hoog blijft, 5, 6, 7, 8% of meer, ik weet het niet. Ik mis toch echt nog de argumenten en de onderbouwing daarvoor. Vooral omdat ik dan ook denk vanuit het perspectief van ja, al die technologie is zo deflatoir van aard. En die trekt die inflatiecijfers uiteindelijk zo ontzettend naar beneden. Dus ja, ja, dus kortom, eigenlijk zeg je, let op je energierekening. Die kan wat pijnlijker gaan worden. Die gaat pijn doen. Ja. Zeg maar, de prijsindexen, dus inflatie gebaseerd op consumentenprijsindexen. Daarvan verwacht je eigenlijk van, die keren terug richting die om en nabij 2%. Ik weet niet precies meer wat de exacte definitie is geweest. Maar wat centraal bankiers daarvan zeggen, van nou, we verwachten dus dat het tijdelijk van aard is. Daar zeg je van, nou, daar is onderbouwing voor. En het alternatief is, zie ik weinig onderbouwing voor. En dan heb ik toch wel altijd de kanttekeningen nog, zeg maar, stemmetjes in mijn hoofd van, ja, het is wel die consumentenprijsindex waar we het over hebben. Het is wel die inflatie. Dus als zeker. Dus asset prices, ander verhaal. Precies. Huizenmarkt, aandelenmarkt. En daar zou het wel eens transitory kunnen zijn. En dat is voor heel veel mensen gewoon echt heel ruk. Dat is bedoeld voor de supercycle-theoristen is het goed nieuws. Maar nee, dat is waar. Dus kijk, ik wil nog twee dingen over zeggen. Ja, de asset inflation, dat zien we gewoon gebeuren. Vandaag de AIX-index door de 800 punten. En dan is iedereen heel blij met, yes, mijn aandelen zijn veel waard geworden. Of is misschien je geld minder waard geworden. Dus dat is de ene kant. Andere, waar we op moeten letten is als de lonen gaan stijgen. Want dat is wat kan zorgen voor dat ook die kern van die inflatie, dus wat losstaat van de energie en wat losstaat van al die lockdown of reopening dingen. Als de lonen gaan stijgen, dan, bedoel, dat is niet transitory. Als lonen eenmaal gaan stijgen, dat is sticky. Dan ga je dingen echt merken. En wat ik nu hoor aan signalen is dat voor heel veel dingen gewoon geen personeel te vinden is. Dus ik zie bijvoorbeeld, we gaan lunchen als bij Vroeg in Bunnik. Ja, die zegt van we kunnen minder goed bedienen op het terras, want we hebben personeelstekort. Ja. En wat moeten ze dan doen? Er moet dus ergens iemand op een gegeven moment besluiten, dan ga ik meer betalen. He, want even heel kinderachtig, voor 1 miljoen euro per uur kom ik bedienen op dat terras. En misschien voor 1.000 euro per uur ook nog wel, maar voor dat is wel een boel. Voor 2 euro per uur niet, weet je. Dus ergens zit een punt. Dat mensen allemaal daar gaan bedienen. Dus als McDonald's daadwerkelijk mensen zoekt, ja, zullen ze meer moeten gaan betalen. En dat ze dan meer moeten betalen, heeft weer een effect op de prijs, weet je wel? Dat is precies. Maar dat is het verhaal van inflatie. Ja. Dus als bedrijven met elkaar op een gegeven moment door de zure appel heen bijten en zeggen, oké, nou, dan moeten we maar meer gaan betalen. Dan zullen ook al die prijzen gaan stijgen. Maar dat zien we nog niet. Nog niet. Nee. En als dat wel gaat gebeuren, dan wordt het transitory verhaal wel lastiger, denk ik. Ja. Dus daar gaan we op letten. Het kabbelt nog een beetje ook tussen van, ja, we moeten ook nog zien hoe dat gaat met dat heropenen, weet je wel. Misschien herstelt dit soort dingen zich. Het zijn opstartproblemen. Het schokt een beetje. Ja, interessant. Ja. Mooi. Mooi stukje. We gaan er een eind aan breien, maar niet voordat jullie Bart hebben gehoord. Want Bart, die heeft nou ook nog een update voor jullie in petto. Vanuit El Salvador of vanuit Mexico. Dat is voor mij ook nog een verrassing.
Ik weet vrij zeker dat het leuk gaat worden. Ik denk eigenlijk dat hij gewoon nog wel een verrassing heeft voor ons. Dat hij opgenomen heeft in El Salvador. Misschien is het een gesprekje. Misschien is het gewoon zijn het wat anekdotes. Of is het een audiotour door El Zonte. Dat gaan we meemaken. Dus op dit punt geven wij hem aan Bart. En ja, veel luisterplezier met hem. Ja jongens, daar zijn we dan. Bartje Mol hier vanuit El Zonte, El Salvador. Ja, vorige week natuurlijk een reportage gehad over Bitcoin Day in San Salvador. Nou, dat beviel volgens mij wel goed. Dus deze week gaan we weer iets doen. Ik zat een beetje te denken, wat zal ik nou doen? En ik dacht, ik ga het over El Zonte hebben. Bitcoin Beach, het plekje, het surfdorpje waar ik een week verbleven ben. En ik dacht, een leuke manier om dat te doen. Ik ga gewoon een rondje door het dorp doen. Nou, dat doe ik elke dag. En ik neem jullie nu gewoon mee. En dan vertel ik wat ik zie, vertel ik wat ik meegemaakt heb. En dan zijn jullie er toch een beetje bij. En dat klinkt gewoon wat leuker dan zo'n droge voice-over. Nou, de straten onderloop hier al over de onverharde weg. Want ik sta hier naast mijn... hij likt een beetje aan mijn been. En hij is er weer vandoor. Nou goed, mooi. Beter dan ons dolheid. Ik kom er goed vanaf. Ik sta voor het Hope House. Dat is een wit huis. Heel mooi, je kan het opzoeken op Google. Het is een beetje mediterraans met mooie houten deuren. Bitcoin Beach staat er ook op. En ja, aan de overkant is eigenlijk een soort van ja, hutje met stalen spaanplaten. En daar een heel groot Bitcoin QR logo op. Dat is een van de 30 winkeltjes die Bitcoin ontvangt via de Bitcoin Beach Wallet. Nou, dat wordt hier allemaal gefixt in het Hope House. En een hele toffe plek. Ik ga mijn rondje beginnen. Onverharde weg, zoals ik al zei. Als het hier regent, dan veranderen dit soort werretjes echt letterlijk in een... ja, hoe noem je dat? In een rivier, eigenlijk. En dat gebeurt steeds vaker de laatste tijd, want het is weer een nat seizoen aan het worden, denk ik. Het regent gewoon heel veel, dus het is echt heel nat. Maar goed, dat Hope House dus. Dat bestaat al langer, hoorde ik van Roman. Roman is een van de medewerkers daar, die daar eigenlijk fulltime bezig is. Roman die komt hier uit de buurt, is hier opgegroeid. Ik stap even over een beekje heen die hier ontstaan is. Kippen rent weg van mij, of het is een gans. Gansen rennen sowieso weg van mij de laatste tijd. Ik loop nu ondertussen trouwens eventjes een soort dijk op. Ja, dat gaat naar de hoofdweg, zoals je misschien al een beetje hoort. Een soort, ja, niet echt een snelweg, maar wel echt een provinciale weg. Twee baans, die langs El Zonte leidt. Maar het Hope House dus, Roman, die werkt daar. Misschien heb je hem wel op Twitter, in een van de Twitter spaces gehoord. Ja, daar vertelt hij ze nu en dan nog wel eens wat. En ik was met hem meegegaan naar een van de community events... dat is een van de dingen die ze doen. Voor kinderen in de buurt, die eigenlijk niet zoveel te doen hebben. Ja, eigenlijk gewoon niet zoveel hebben überhaupt. Ja, daar organiseren ze dus activiteiten voor. En een van die dingen was een sportactiviteit op het strand. En toen ben ik meegegaan. Nou, dat was best wel leuk. Leuk om te doen. Ja, gewoon leuk om te zien dat die kinderen dat tof vinden. Dat ze wat te doen hebben. Dat is een van de dingen die ze organiseren. Ze doen ook Engelse lessen. Ze doen sportactiviteiten. Rekenen, dat soort dingen. Van alles en nog wat. En onderdeel is dus ook Bitcoin les. Dus het installeren van een wallet. Doen van transacties. Maar dat is eigenlijk een veel kleiner onderdeel dan dat ik verwacht had van tevoren. Ik had verwacht dat dat meer... Twee auto's komen hier voorbij. Ik had verwacht dat dat meer zou zijn. Dat het heel veel Bitcoin zou zijn en een klein beetje community. Ja, bleek eigenlijk heel veel community en een klein beetje Bitcoin te zijn. Alsnog meer dan genoeg Bitcoin, maar het was echt gericht om de community verder te brengen. Om de mensen verder te brengen. Om de mensen te leren wat geld is. De mensen te leren om te sparen. Kinderen te leren dat ze dromen mogen hebben. En dat zoals ze Engels leren en met het internet om kunnen gaan, dat ze een echte kans maken. En dat is
iets wat de mensen hier jaren niet gehad hebben. Dus dat zit helemaal niet in het systeem. Het is vechten van dag tot dag. En ja, iets hebben als een droom, dat, ja, dat is veel te lange termijn. En dat is heel tof van het Hope House en het Bitcoin Beach project. En dat kwam ook een beetje terug in mijn gesprek met Enrique. Enrique, ja, dat heb je misschien al gehoord, aflevering 171. De tandarts in El Zonte. 17 jaar geleden hier naartoe vertrokken. En blijven hangen na zijn stage en zijn eigen tandartskliniek opgericht voor de mensen hier. Er komen twee vrachtwagens aan, jongens, dus bear with me. Hola. Drie vrachtwagens. 1, 2, 3. Nou, gaat lekker. Je krijgt het echt, je bent er live bij. Dus, why not? Komt er nog één aan. Nou, ja, ze komen echt, ze rijden hard voorbij hier, jongens. Maar wat Enrique mij dus vertelde, is, en daar schrok ik wel van, 65% van de mensen, vertelde hij me, in El Salvador, die hebben dus geen bankrekening. Dus dat betekent dat die mensen sowieso niet sparen, geen toegang hebben tot pinpassen, hebben ze sowieso niet, creditcards, lenen, dat soort dingen. En die verdienen $300 per maand. En ze hebben $500 aan kosten. Dus die zijn eigenlijk sowieso constant al de lul. Daar komt het op neer. Die andere 35%. Daarvan was 25% volgens Enrique. Had wel een bankrekening, maar viel daardoor eigenlijk in de val waarin veel mensen in het Westen ook vallen. Namelijk dat ze te veel gaan lenen. En dat ze daardoor enorm hoge rentes betalen. En daardoor vast komen te zitten. Dus die mensen hadden net iets meer te besteden. Maar vielen daarna, ja, wat ik zeg, in de val van het overmatig consumeren. En die zijn dus ook de lul. Kunnen ook niet sparen. En dan heb je dus nog 10% van de mensen die daadwerkelijk na kan denken over een toekomst. Over meer dan 2 weken of een maand. Even over die creditcards. Enrique die vertelde mij dat die dingen hier 5% fee gemiddeld zijn voor een transactie. En ja, niemand gebruikt ze daarom dus. Behalve als het echt moet. Om bijvoorbeeld een vliegticket te kopen naar een familielid in Amerika. Daar wonen dus 2 miljoen El Salvadorians. Die wonen dus in Amerika. Nou ja, goed, en dan moet je dus met je creditcard betalen. En dat doen dus weinig mensen. En de enige manier om in dit land te betalen naast een creditcard is cash. Dat is toch ongekend? Er is hier geen PayPal, er is hier geen Apple Pay, er is hier geen NFC, er is hier geen niks. Het is er gewoon niet. Ja, je hoort het al wel, ze zijn hier lekker aan het verbouwen. Maar goed, dus online betalen bestaat helemaal niet. Digitaal betalen, digitale bankrekeningen, het is er gewoon helemaal niet. Dus daar zou je zeggen dat Bitcoin wel degelijk een oplossing kan zijn. Een ander probleem, daar had ik het net al over, zijn die remittances. 2 miljoen El Salvadoranen wonen in Amerika. En in dit land wonen er nog 7 miljoen. Dat is best een fors aantal. Dat is gewoon pak een beetje 20% woont dus in Amerika. En die sturen geld hier naartoe. En hij vertelde me dat dat ook zomaar is. 10% kan kosten. Maar dat is nog niet het ergste. Je moet ook nog eens naar zo'n kantoor. Dat is een uur rijden, vaak, of een half uur. En dan moet je daarna nog eens in de rij gaan staan om je remittances terug te krijgen. Ja, dat is natuurlijk drama. Buenas. Dus ja, dat kan Bitcoin oplossen. Het enige probleem is wel, en dat vertelde de taxichauffeur mij, is dat je alsnog met Bitcoin
een conversie fee hebt bij een normale ATM van 10%. Nou ja, goed, dat zouden die Chivo ATM's op moeten lossen, waar het omzetten van dollars naar bitcoin of andersom gratis zou moeten zijn. Ook daar ligt dus een flinke kans voor bitcoin. En dat zien de mensen hier echt wel in. Want die remittances is echt wel gezeik. Daar gaat echt veel tijd aan verloren. En soms komt het zelfs voor, als ze bij Western Union aan de balie een vervelende dag hebben, ja, dat ze gewoon zeggen, ja, sorry, we kunnen je vandaag niet betalen. En dan kan je weer terug naar huis op je brommertje, 2 uur lang, zonder geld. Hè? En dus die remittances, dat is eigenlijk niet goed geschikt voor kleine bedragen. En dat kan met bitcoin een stuk beter. Zeker als je het dus gratis om kan wisselen. Of als je het direct uit kan geven bij bijvoorbeeld een van de 30 ondernemers hier in El Zonte, Bitcoin Beach, die daadwerkelijk bitcoin accepteren. Ja, dat is gewoon heel gaaf natuurlijk. Ik loop inmiddels op het strand. Misschien kan je het wel horen. Er komt nu een golf aan die me daadwerkelijk gaat raken als ik niet uitkijk. Ja. Ja, het is een gevaarlijk strandje, gevaarlijk oceaantje. De Amerikaanse ambassade heeft ook daadwerkelijk al een bericht eruit gegooid dat er te veel Amerikanen verzuipen hier in de oceaan. Dus dat is niet mis. Nou ja, goed, ik ben weer veilig aan land, dus ik ga zachtjes aan terug naar mijn hotel. Buenas. Hoor je dat, Edward? Dat heb ik van jou geleerd. Buenas, gewoon veel slimmer. Nooit gezeik. 's ochtends, 's avonds, 's middags. Werkt altijd. Ja, voor de rest, El Salvador. Het is een mooi land. Mensen zijn echt vriendelijk. Ja, goed. Ik zit ook in een toeristisch plekje. En ik ben een Westerse toerist. In een zak vol sats. Dus ja, ik weet nou niet precies of het dus door mij komt. Of door die zak vol sats. Of een beetje van beide. Laten we dat laatste maar hopen dan. Verscheurd land. Veel oorlogen meegemaakt. Veel gezeik. Maar ze staan er wel allemaal voor elkaar. Dat is een beetje het ding hier. Het community gevoel. Samen met familie, vrienden. Instanties kan je niet vertrouwen. Dus dan moet je het maar samen doen. Want in je eentje red je het ook niet. En dat zie je terug. Dat zie je terug bij het Hope House. Dat zie je terug bij de tandarts, Bitcoin Smiles. En dat zie je op heel veel plekken terug. Ja, en toch is het lastig om te zien hoe snel Bitcoin hier nou echt gebruikt gaat worden. De mensen hebben zo weinig financieel vlees op de botten dat je gewoon een dipje niet uit kan zitten. Je kan gewoon niet eventjes, ik kom midden in de straat onder gevecht. Ja, toch nog eventjes doodgebeten, net voordat ik wegga. Nou, hebben jullie dat ook nog meegemaakt? Voilà. Ik loop even snel door en ik hoop dat ik niet in mijn rug gebeten word. Ja, maar die mensen hebben dus zo weinig financieel vlees op de botten. Ja, je kan niet eventjes, zoom out. Ja, lekker dan zoom out. Als je geen rode cent hebt en gewoon je eten moet kopen voor je 3 kinderen. Dus dat is een lastige. Ik hoop wel dat het gratis omwisselen van bitcoin naar dollars, als dat frictieloos kan en heel goedkoop, dat zou enorm helpen. Want dan kunnen ze wel om die remittances heen. En een gedeelte makkelijk omzetten naar dollars. En misschien een klein gedeelte wat ze over hebben. Of is het maar 10 euro, 5 euro. Kunnen ze dan in sats hebben staan. En dat wel voor een langere tijd houden. Zodat ze in ieder geval kunnen beginnen met sparen. Kunnen ervaren hoe dat is. Want wat ik ook van Ramon hoorde. Of Roman en van Enrique. Is dat ook, ja, hier toch social media en status ook wel overneemt. En die korte termijnvisie, wat we ook wel in het Westen zien. Gericht op status en materiële dingen. Ja, dus ik hoop dat ze daar wat mee kunnen. Nou ja, ik heb in ieder geval echt een fantastische tijd gehad. Ik had niet verwacht
dat ik het zo tof zou vinden. Zoveel mensen zou spreken. Locals. Mensen. Mensen van over heel de wereld. Bitcoiners die hier naartoe zijn gekomen. Ik had niet verwacht dat ik het zo vet zou vinden in San Salvador. Op Bitcoin Day. Ik was van plan gewoon naar de meetup te gaan. En uiteindelijk zijn we de hele dag gegaan. Dat was ook gewoon heel erg vet om daarbij te zijn. Had ik niet verwacht. En het tofste was denk ik nog wel het enthousiasme van jullie allemaal. Thuis. Met vragen, met memes, met geintjes, met opmerkingen, met donaties, met biertjes die gekocht werden. Ja, ik was eigenlijk nog nooit in mijn eentje op vakantie geweest. En ja, dit telt ook niet helemaal, omdat jullie er eigenlijk gewoon allemaal wel bij waren. En ik hoop dat het voor jullie ook zo'n beetje voelde. Dat we toch op deze manier een beetje een idee hebben gekregen van wat voor land El Salvador is. Wat Bitcoin hier kan betekenen. Wat Bitcoin nu betekent. En ik denk dat ik hier nog wel eens terugkom. Misschien voor die Lightning Meeting. Conferentie aan het eind van het jaar. Misschien gewoon over 5 jaar om eens te kijken of wat. En ik hoop dat de landen volgen. Want ja, voor mij blijft toch wel staan het doen van transacties hier. Of dat nou bij een grote keten als de McDonald's of bij een stalletje hier in El Zonte is. Ja, het werkt wel. En er zijn echt nog wel genoeg hordes te nemen. Genoeg technische hordes, genoeg juridische hordes. Hordes om mensen Bitcoin te laten snappen, hè? Educatie. Maar de basis staat. Weet je, de proof of concept staat. Het werkt. Ik heb het geprobeerd en het is gelukt. En ik denk dat dat uiteindelijk de kern van het verhaal is. Ja, goed, ik ben ook wel ergens weer, niet blij dat ik weg ga. Ik had nog even kunnen blijven, maar het is hier wel echt bloedverstierend, smerig warm. Vandaag weer. Maar goed, daar wen je wel aan. En ik heb een leuke tijd gehad. Dus jongens, jullie razende reporter is vanaf volgende week gewoon weer terug. Dus Bartje Mol signing out. En zie jullie volgende week. Adios. Dan neem ik aan dat jullie terug zijn bij ons. Dat Bart hem teruggegeven heeft aan ons. En dat jullie er. Ja, wij hebben het nog niet gehoord tijdens het opnemen. Jullie wel. Dus ik ga ervan uit dat het leuk was. En daarmee ben je ook gelijk aangekomen aan het eind van de aflevering. Wij hebben er gewoon bij het maken weer van genoten. Het was even. Ja, het voelt voor mij niet als een hele zit. Maar het komt omdat het gewoon allemaal leuke dingen zijn om over te praten. Ik hoop dat het voor jullie ook zo was. Volgende week is Bart er weer bij als vanouds. Hoeveelste is het dan eigenlijk? Oh nee, het is dan nog niet de laatste donderdag van de maand. Nee, klopt. De week daarna is live show, jongens. Die kan je alvast die agenda zetten, jongens. Dus 30 september. Maar goed, dus dan krijg je gewoon donderdag 23. Dan krijg je gewoon weer zoals vanouds een berichtje. Er staat een nieuwe aflevering online. Dan is Bart er ook weer bij in Nederland. Voor nu niet. Voor nu sluit ik af door alleen even Bert te bedanken. Want die was gewoon mijn co-host. Vond je het leuk? Join Telegram. Volg ons op Twitter. Links vind je op satoshiradio.nl. Bedankt voor het luisteren. En dan hoor je ons volgende week weer. Daarbij.